Oké, beste mensen. Allemaal heel hartelijk welkom. Vanzelfsprekend vooral ATRO en familie, maar daar komen we straks nog op terug. Allemaal heel erg welkom. Er zitten de hele middag twee dames naast mij. Dat zijn tolken gebarentaal, dat u het even weet. Nou, deze middag is heel erg bijzonder. Bijzonder eigenlijk om twee redenen. Aan de ene kant de stoltelezing wordt uitgesproken. En aan de andere kant, en dat is gecombineerd, nemen we afscheid van ATRO als hoogleraar hier in Tilburg. Nou, eerst de stoltelezing, dat is gewoon een heel erg belangrijk iets. Iemand die de stoltelezing mag uitspreken, die betekent echt wat. Het is pas de 8e stoltelezing, hij wordt ook echt niet elk jaar uitgesproken. Wie was Stolte? 55 jaar geleden heeft de hoogleraar Stolte, is hij gestart met een zogenaamde cursus ziekenhuisbeleid. En dat was toenertijd dé opleiding in het land waar, denk ik, alle ziekenhuisdirecteuren die ertoe doen, aan hebben deelgenomen. Het heeft jarenlang veel gevolgen gehad en een van de gevolgen is dat lang geleden de SWOG is opgericht door alumni van de Stolte, van de cursus ziekenhuisbeleid. En de SWOG is de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg. Sorry? De SWOG is de Stichting voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg. Nou, een van de... Oh, en er is ook gekomen en ATRO bezet sinds 1992 de Stolte-leerstoel. En dus is er een start gemaakt op een gegeven moment met deze Stolte-lezingen. En deze 8e en wellicht laatste lezing, dat weet ik niet, dat kan Aad straks beter vertellen, wordt gevuld door ATRO. En de pakkende titel is Hoe nu verder? Nou, dat is een hele mooie pakkende wijdse titel. Hij spitst hem straks nog wel iets toe. Zorgvragers en zorgaanbieders tussen overheid, markt en zelfsturing. Maar voordat we daaraan toekomen, eerst voor de pauze twee hele beroemde, ook ik mag het woord best gebruiken, twee andere sprekers. Er is een verandering in het programma. Maar u hoeft niet te schrikken, er heeft geen spreker afgezegd, alleen de praatjes zijn omgedraaid. We gaan eerst luisteren naar Diana Delnooy en daarna naar Kim Putters. Nou, de eerste spreker is, moet ik zelf doorklikken? Of? Hij ligt op tafel. Dit is dus het programma. Nou, de eerste spreker is professor Diana Delnooy. Zij is hoogleraar bij Transo en in die functie is zij een collega van ATRO. En zij werkt ook bij het Zorginstituut Nederland en dan is ze hoofd van het Kwaliteitsinstituut. Ik moet altijd zorgen dat ik dat niet om... Zo staat het hier nog en ik vroeg me al af. Bij Kim staat het ook nog fout volgens mij, maar in ieder geval. Diana is heel erg belangrijk en, en Diana is hoogleraar bij Transo. Nou, Diana die gaat dus de eerste lezing verzorgen en de titel is Kwaliteit van zorg en de rol van waarden. Dankjewel. En de eerste hoorde heb ik al genomen, het trapje. Misschien weet u het nog dat in 2015 minister Schippers het jaar van de transparantie uitriep. U ziet daar ook een foto, een screenshot van zorgvisie. En toen ik dat las en hoorde, moet ik eerlijk zeggen dat mijn eerste gedachte was, oké, maar wat hebben we dan de afgelopen 10 jaar zitten doen? Want ik dacht dat we daar al een tijdje mee bezig waren. Zo was het bijvoorbeeld in 2005 dat de website Kies Beter werd gelanceerd, toen nog door het RIVM.
In 2007 werd het projectbureau Zichtbare Zorg ondergebracht bij de inspectie om te werken aan allerlei kwaliteitsindicatoren over de zorg. Het was ook in 2007 dat het Centrum Klantervaring Zorg werd opgericht om patiëntervaringen met de zorg te meten en openbaar te maken. In 2008 werd ik aan deze universiteit benoemd tot hoogleraar transparantie in de zorg. En in 2012 kreeg ik de opdracht om als, toen wel inderdaad, Henk Hooft van het Kwaliteitsinstituut, de werkzaamheden van onder andere Kies Beter en Zichtbare Zorg en het Centrum Klantervaringszorg te integreren in wat toen nog het College voor Zorgverzekeringen was, maar wat inmiddels Zorginstituut Nederland heet. Dus ja, in 2015 werd het jaar van de transparantie uitgeroepen, maar ik had in de jaren daarvoor ook niet stilgezeten en heel veel andere mensen met mij, die hadden er al heel wat tropenjaren van transparantie op zitten. En toch wilde de minister een onomkeerbare beweging in gang zetten. Een onomkeerbare beweging om patiënten, om burgers inzicht te geven in deze twee vragen. Wat is goede zorg en waar vind ik goede zorg? En het is heel belangrijk om die twee vragen ook in deze volgorde te stellen. Want al hadden we er in 2015 al zeker 10 jaar op zitten van het werken aan kwaliteitsindicatoren en het werken aan transparantie. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik dat we dat in die jaren niet altijd op een goede manier hebben aangepakt. We hebben in die tijd namelijk heel veel tijd en energie en geld gestoken in het ontwikkelen van indicatoren en het maken van informatie die gaan over het vergelijken van zorgaanbieders. Het vergelijken van ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar het vergelijken van de kwaliteit van verschillende aanbieders, dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, zo'n beetje de allerlaatste stap in het proces van kiezen die een patiënt zou kunnen zetten. Het begint helemaal niet met die vraag. Want als een patiënt klachten heeft, dan begint het meestal met de vraag, wat heb ik nou eigenlijk? Wat mankeert er? Wat is mijn diagnose? En veel van de kwaliteitsinformatie en de kwaliteitsindicatoren die we gemaakt hebben in Nederland, die zijn allemaal gerelateerd aan een bepaalde diagnose. Dus zolang jij als patiënt nog geen diagnose hebt, als je niet weet wat je mankeert, dan kun je met die informatie ook niet zo heel veel. Het enige waar je dan terecht kan, dat is bij meer generieke kwaliteitsinformatie, dus niet ziektespecifieke informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. En dan kun je bijvoorbeeld wel terecht op Zorgkaart Nederland. Daar kun je kijken wat andere patiënten vinden en rapporteren over hun ervaringen met artsen en ziekenhuizen. En je kunt bijvoorbeeld ook wel zien of dan een dokter goed naar je luistert of tijd voor je uittrekt. Maar het helpt je niet zo als je op zoek bent naar iemand die goed is in het stellen van een diagnose. Dus zolang je geen diagnose hebt, kun je met veel kwaliteitsinformatie die we nu hebben, niet veel. Als je dan een diagnose gekregen hebt, dan stelt de patiënt zich de vraag van, ja, wat is nou bij deze diagnose een goede behandeling? En als er wat te kiezen valt, verschillende opties zijn tussen behandelingen, wat zijn dan de voor- en nadelen voor mij en waar zou ik op moeten letten? En wat ik een grote opbrengst vind van het werk dat in het jaar van de transparantie is verricht, ook op initiatief van de minister, dat is dat er heel veel patiëntversies van richtlijnen zijn gemaakt. In lekentaal wordt er aan patiënten verteld wat bij hun diagnose goede zorg is. Zodat niet alleen de dokter dat weet, maar de patiënt ook. En er zijn ook tientallen keuzehulpen gemaakt voor die situaties waarin er iets te kiezen valt en de patiënt wil weten wat de voor- en nadelen zijn. Dat is een belangrijke opbrengst in dat jaar. Maar eigenlijk, als je naar het hele traject van kiezen kijkt, dan is het pas zo dat als de patiënt en zijn arts samen een beslissing hebben genomen voor een bepaalde behandeling, dat dan pas de vraag aan de orde is, van ja, waar vind ik dan een dokter of een team of een ziekenhuis of een zorginstelling die goed is in het leveren van die behandeling. Dus eigenlijk de laatste stap in het hele verhaal gaat over eventueel het vergelijken van de kwaliteit van zorgaanbieders. En het beantwoorden van die laatste vraag, waar vind ik nou een arts of een ziekenhuis dat goed is in het uitvoeren van een behandeling, die bleek in het jaar van de transparantie even moeilijk te beantwoorden als in die 10 jaar daarvoor.
En waarom is dat nou zo moeilijk, het beantwoorden van die vraag? Ik kan daar uren over praten, ga ik niet doen. Maar ik wil u wel meenemen in een aantal praktische problemen die daarbij komen kijken. En ook een aantal conceptuele problemen. En ik begin met de praktische problemen. Een van de praktische problemen waar je tegenaan loopt als je kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld over ziekenhuizen wilt verzamelen, dat is de gebrekkige informatieinfrastructuur in de Nederlandse zorg en ook in Nederlandse ziekenhuizen. Het is jammer genoeg niet zo dat je bij wijze van spreken met één druk op de knop die kwaliteitsinformatie uit allerlei systemen uit het EPD kunt halen. Eerder is het zo dat er dubbele boekhoudingen zijn en dat er heel veel versnipperde systemen zijn die naast elkaar bestaan. En we hebben dus behoefte aan eenheid van taal en interoperabiliteit, zoals technici dat noemen. Dat is een probleem. Wat ook een probleem bleek, met name ook in het jaar van de transparantie, was dat er sprake was van een onduidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Bijvoorbeeld onduidelijkheden tussen bestuur van een instelling en de staf, tussen managers en professionals. Wat je zag was dat heel veel informatie uit kwaliteitsregistraties komt, zoals die bijvoorbeeld door DICA worden bijgehouden of een LROI. Dus kwaliteitsregistraties waar artsen gegevens in vastleggen. En die worden aangestuurd door wetenschappelijke commissies. Terwijl de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsinformatie berust bij het bestuur van de instelling. En daar was geen goede communicatie tussen die verschillende partijen. Het derde praktische probleem, waar in het jaar van de transparantie ook heel veel aandacht voor is gevraagd, onder andere door de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, is dat er zoveel eisen aan ziekenhuizen worden gesteld en dat er zoveel indicatoren zijn. Ik heb een promovenda die ook hopelijk ooit aan deze universiteit gaat promoveren, misschien wel al volgend jaar. Louise Bloemen heet zij en zij zij werkt op de afdeling kwaliteit en veiligheid van het Zuiderland Ziekenhuis. En als ze niet bezig is met haar promotieonderzoek, dan houdt zij daar een database bij voor haar eigen ziekenhuis van allerlei externe eisen waar het ziekenhuis aan moet voldoen. En er zitten nu al meer dan 2000 externe eisen in die database. En er komen er iedere maand weer 20 bij. Zomaar een greep uit de praktische problemen, waar ik ook niet heel diep op in wil gaan, maar ze zijn er wel. En ze waren er ook in het jaar van de transparantie. En met name die laatste twee punten, het feit dat er veel van ziekenhuizen wordt gevraagd en dat ook allerlei onduidelijkheden in de governance zijn. Die hebben aandacht gekregen, daar is aandacht voor gevraagd, met name door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook door de NFU. En die hebben ertoe geleid dat er tussen de partijen die al die kwaliteitsinformatie moeten maken, ook duidelijkere afspraken zijn gemaakt over wie nou eigenlijk wat moet meten en wanneer. En over de timing van de openbaarmaking van allerlei definities van indicatoren. Dat we dat nou eindelijk eens een keer voorafgaand aan het verslagjaar gaan doen en niet ergens halverwege of aan het eind. Er zijn afspraken gemaakt over het maximum aantal indicatoren, zodat als er een nieuwe bijkomt, er in ieder geval ook een oude uitgaat en dergelijke. En er zijn ook afspraken gemaakt over de richting waarin we met het ontwikkelen van nieuwe indicatoren zouden willen gaan. En die richting die zou moeten gaan naar meer uitkomstindicatoren. En wat u hier ziet is dat we eigenlijk nog steeds bij de indicatoren set zoals we die hebben voor de ziekenhuizen in Nederland, dat merendeel daarvan nog steeds bestaat uit structuurindicatoren. Dit zijn indicatoren waarvan de informatie aangeleverd moet worden bij het openbaar loket van het zorginstituut en die bedoeld zijn voor de transparantie. En 2/3 daarvan bestaat nog steeds uit structuurindicatoren. En dat betekent dan bijvoorbeeld dat je als je borstkankerpatiënt bent, dat je dan kunt kijken hoeveel gecertificeerde internisten en oncologen er zijn in een ziekenhuis, hoeveel radiotherapeuten, of er multidisciplinair overleg is, welk percentage van de patiënten binnen de afgesproken tijd behandeld wordt en dergelijke. Maar je weet niet hoeveel patiënten na 1 of 2 of 5 jaar nog in leven zijn. Je weet ook niet of ze de draad van het leven weer een beetje hebben kunnen oppakken. En je weet bijvoorbeeld ook niet wat ze vinden van het cosmetisch resultaat van een behandeling als ze geopereerd zijn. En iedereen die de discussies over value-based healthcare volgt,
die zegt dat dit niet meer van deze tijd is. We zouden ons toch echt moeten richten op de ontwikkeling van meer uitkomstenindicatoren. Nou, wat is dat dan, die value-based healthcare? Dat is, komt, zoals heel veel in de zorg overwaaien uit de Verenigde Staten, komt uit de koker van Michael Porter, een econoom en een hoogleraar aan de Harvard Business School. Dus niet aan de Harvard Medical School, maar de Business School. Dat is ook al veelzeggend, vind ik. En hij legt het begrip value uit als health outcomes achieved per dollar spent. Ja, dus uitkomsten gedeeld door de kosten die nodig waren om die uitkomst te bereiken. En hij wijst heel terecht ook op het gevaar van het alleen maar kijken naar kosten in de zorg, als je daar niet ook de uitkomsten bij in ogenschouw neemt, want dat leidt tot allerlei valse besparingen en niet tot effectieve zorg. Dus ja, bij die value-based healthcare gaat het in feite om de toegevoegde waarde van de zorg voor de patiënt. En een belangrijke vraag vind ik dan ook in dit verband, wat vinden wij dan van value, wat vinden wij van waarde, hè? Wat voegt iets toe? En Porter die is daar heel helder over. Die zegt, het gaat echt alleen maar om het resultaat van de behandeling. Het resultaat in termen van betere gezondheid of behoud van goede gezondheid. En dat moet dan ook zo gepaard gaan met een zo kort mogelijk herstelproces. Hè? Dus hoe sneller je beter bent, des te beter. En er moeten zo min mogelijk bijwerkingen zijn. De zorg moet ook veilig zijn. En Porter ziet geen heil in het meten van allerlei proceskenmerken van de zorg. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Value is not measured by the process of care used. En natuurlijk zijn de resultaten, hè, dat je er beter van wordt, is dat belangrijk in de zorg. En met name als het om curatieve zorg gaat. De zorg die bijvoorbeeld verleend wordt in het ziekenhuis. Maar ook het proces van zorgverlening doet ertoe. Want niet voor niets onderscheidt de Wereldgezondheidsorganisatie 6 verschillende dimensies van kwaliteit van zorg. De eerste 3 daarvan, effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid, dat gaat zeg maar over de dingen die Porter ook wil meten in value-based healthcare. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook nog 3 andere dimensies. Bijvoorbeeld de patiëntgerichtheid van de zorg. Dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van de patiënt, dat er goed geluisterd wordt, gekeken wordt naar de patiënt om erachter te komen wat die behoeften zijn, wat de wensen zijn. En dat de zorg ook rekening houdt bijvoorbeeld met culturele verschillen. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt ook de toegankelijkheid van de zorg een dimensie van kwaliteit. En zelfs een moeilijk begrip als eerlijkheid. Hè, zodat dat je dus bij het leveren van de zorg, dat er dan geen ongelijkheid bestaat tussen verschillende bevolkingsgroepen of tussen mensen van verschillende afkomst, seksen, woonplaats, inkomen en dergelijke. En als we dan even terugdenken aan die eerste vraag van het jaar van de transparantie, wat is goede zorg? Dan zie ik dat we bij het beantwoorden van die vraag eigenlijk deze 6 dimensies steeds tegen elkaar moeten afwegen. Je kunt bijna niet al deze 6 dimensies tegelijkertijd optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld, als je kijkt naar spoedzorg, dan kun je door concentratie van spoedzorg misschien wel komen tot betere effectiviteit en veiligheid van de zorg. Maar je kunt niet eindeloos concentreren, want je moet ook op tijd in het ziekenhuis kunnen zijn. Dus toegankelijkheid is ook iets wat je in ogenschouw moet nemen. En misschien is het ook wel zo dat als je de zorg decentraliseert, bijvoorbeeld taken overhevelt naar gemeenten, en dat zo'n gemeente dan kan zorgen voor een betere afstemming op de lokale cultuur, hè, patiëntgerichtheid bevorderd. Maar vinden we het ook helemaal eerlijk dat het dan van je postcode afhangt welke zorg dat je krijgt en hoeveel? Nou, ik wil in het verloop van mijn verhaal eigenlijk vooral focussen op de dimensie patiëntgerichtheid. En de vraag is of daar voor zo'n meer softe waarde eigenlijk nog wel ruimte is in het hele gerationaliseerde debat wat we voeren over de zorg en in een begrip als value-based healthcare. Dus is patiëntgerichtheid eigenlijk wel belangrijk? Of doet het er alleen maar toe als het leidt tot betere uitkomsten van zorg? Nou, laten we maar eens met die laatste vraag beginnen. Is het eigenlijk zo dat patiëntgerichtheid überhaupt samenhangt met betere uitkomsten in de zorg? Daar is onderzoek naar gedaan. U ziet dat mensen met hele goede ogen kunnen
lezen in welk artikel dat verschenen is door in mevrouw Doyle en collega's. En wat zij hebben gedaan is dat ze al het onderzoek bij elkaar hebben gehaald, waarin gekeken werd naar de relatie tussen patiëntgerichtheid en uitkomsten van zorg. En bij patiëntgerichtheid gaat het dan bijvoorbeeld om bejegening van de patiënt, maar ook om communicatie, om samen beslissen, om openheid en dergelijke. En die onderzoekers hebben dus gekeken naar alle gevallen waarin er de relatie tussen die patiëntgerichtheid en de uitkomsten onderzocht is. En wat ze vonden was dat eigenlijk in het merendeel van de gevallen die relatie positief was. En in de minderheid van de gevallen was er geen relatie. En dus zo hing patiëntgerichtheid samen met een betere objectief gemeten gezondheid in de meeste gevallen. Zo hing patiëntgerichtheid samen met een betere ervaren gezondheid, door de patiënt gerapporteerd. En patiëntgerichtheid hangt samen met een betere therapietrouw, met het verminderen van complicaties, dus hoe patiëntgerichter de zorg, hoe veiliger. En met een betere technische kwaliteit van zorg. Dus voor zover je er iets over kan zeggen, zou de korte conclusie kunnen zijn: patiëntgerichtheid is een middel om te komen tot betere uitkomsten. Maar ja, is dat dan het enige wat ertoe doet? Hè? Is patiëntgerichtheid alleen maar belangrijk als een middel om tot betere uitkomsten te komen? Of is het misschien ook een doel op zich? Nou, volgens Porter niet. Hè? Porter is daar, ik heb hem een keer horen spreken in 2013 op een symposium en hij was daar heel duidelijk over. Hij zei van ja, prima als ziekenhuizen allemaal dingen meten zoals bejegening van patiënten en zo, maar het is geen uitkomst, dus in die zin heeft het geen plaats in value-based healthcare. En ik ben dat niet met hem eens, omdat ik weet dat ook in de ziekenhuiszorg, ook in de curatieve zorg, patiëntgerichtheid voor patiënten heel belangrijk is. Eigenlijk een doel of een waarde op zich. En er is allerlei onderzoek gedaan waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die zijn in het eerste onderzoek wat hier gemeld staat, heeft plaatsgevonden in Washington DC. Er zijn mensen de straat op gegaan, die hebben aan gewone de man in de straat gevraagd, wat verwacht u nou eigenlijk van de gezondheidszorg? En 85% van de mensen zei dat ze verwachten, dat ze bij goede kwaliteit van de zorg denken aan een arts die naar hen luistert. En van al die mensen die geïnterviewd waren, was er helemaal niemand die het spontaan had over de technische kwaliteit van de zorg. Dus ook niemand zei van nou, ik verwacht dat ik er beter van word. Dat vinden mensen vanzelfsprekend, maar ze vinden het vooral belangrijk dat de dokter goed naar hen luistert. Je kan nog denken van ja, dat is in Amerika, hè, daar is alles anders. Maar we vinden dit ook in Nederland. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan door de Radboud Universiteit onder Nederlandse vrouwen die in behandeling zijn voor IVF. En blijkt dat die vrouwen genoegen nemen met een 10% lagere kans op zwangerschap. Die kans is al niet zo hoog. Hè, in ruil voor een vriendelijke dokter. En ook als je kijkt naar allerlei onderzoek dat gedaan is naar ervaringen van patiënten en de tevredenheid die ze rapporteren, dan blijkt keer op keer, ook bij Nederlandse patiënten, dat het rapportcijfer dat zij geven aan het ziekenhuis, of aan de zorg in het algemeen, dat wordt bepaald door de ervaringen die ze hebben met bejegening en communicatie. En niet of nauwelijks door de ervaringen die ze rapporteren over het resultaat van de behandeling. Dus bejegening, communicatie, waardigheid, autonomie, al dat soort meer softe begrippen die we samenvatten in dat begrip patiëntgerichtheid is belangrijk, ook in de ziekenhuiszorg. En als het daar al belangrijk is, hoe zit het dan in de langdurige zorg, in de verpleeghuiszorg bijvoorbeeld? Hè? Goede ouderenzorg, zegt Hugo Borst hier, heeft het vast zelf ook wel ergens gelezen en gehoord. Hè? Het is een kwestie van fatsoen. En Borst die refereert daarmee eigenlijk aan een van de onderliggende waarden die op het eerste gezicht weinig te maken lijken te hebben met value-based healthcare. Hè? Want daar lees je in het algemeen niet over fatsoen. Lijkt heel ver af te staan van die bedrijfskundige benadering van value-based healthcare. En toch zou dat wel eens mee kunnen vallen. Want om die value-based healthcare verder te brengen, is in 2012 het zogeheten International Consortium for Health Outcome Measurement, kort gezegd de ICHOM, opgericht. En dat is een internationaal consortium, een non-profit organisatie, van mensen die in allerlei werkgroepen met experts van over de hele wereld en ook patiënten van over de hele wereld werken aan de ontwikkeling van uitkomstindicatoren, of zoals ze het zelf zeggen, outcomes that matter to patients. En ze hebben met elkaar al zo'n 20 set uitkomstmaten gemaakt voor allerlei diagnoses en allerlei aandoeningen en ingrepen.
En ze hebben er ook een gemaakt die gaat over de oudere mens. En ik denk niet dat het heel goed te zien is, maar hier heb ik daar een afbeelding van gemaakt van wat daar dan in zit. In die set uitkomstmaten voor de oudere mens. En als je dat in detail gaat bekijken, dan valt op dat hoewel die Harvard Business School en ook Michael Porter zelf een van de grondleggers is van iCHOM, daar toch allerlei indicatoren in zitten die misschien wel met patiëntgerichtheid hebben te maken. Want ze willen daar niet alleen gezondheidsuitkomsten meten en veiligheidsuitkomsten, dingen als vallen, pijn, overleving en dergelijke, maar ook kwaliteit van leven, participatie, zelfredzaamheid, de patiëntgerichtheid van de zorg en zelfs helemaal bovenaan staat een procesindicator voor de kwaliteit van het sterven, namelijk de plaats van het sterven. Dus die patiëntgerichtheid van de zorg en de kwaliteit van de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt, die zijn heel erg belangrijk in het ziekenhuis, maar vooral ook in de langdurige zorg. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren en dat we daar ook dat we dat ook in kaart brengen. Dat we dat meten met wat mij betreft een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Want het is de kern, zou je kunnen zeggen, van waar het in de zorg om gaat. En die relatie zorgverlener en cliënt wordt ook met name in de langdurige zorg steeds naar voren gehaald als van, dit is de basis, daar gebeurt het. Als je wil werken aan de kwaliteit, dan moet het in die relatie gebeuren. En dat klopt, maar tegelijkertijd denk ik dat we er ook voor moeten oppassen dat het dan geen afleidingsmanoeuvre wordt. Als we alleen maar steeds praten over de kwaliteit van de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt. Want als dat zo belangrijk is, ja, dan moet er natuurlijk wel een zorgverlener zijn met wie je als cliënt een relatie kunt opbouwen. En het is best wel lastig om dat te doen als er steeds andere verpleeg- en verzorgenden aan je bed of aan je huisdeur staan. Ga dan maar eens een relatie opbouwen. En ze moeten ook tijd hebben, zorgverleners, om dat te kunnen doen. En daar ontbreekt het aan. Hè? Een kwart tot een derde van de verpleeghuisbewoners geeft aan dat verzorgenden niet genoeg tijd voor hen hebben. Dus dan is het ook niet makkelijk om een relatie op te bouwen. Dus ongeacht wat de Harvard Business School daarvan vindt, hè, denk ik dat het relevant is om zoiets als beschikbaarheid van goed opgeleid personeel en de continuïteit van zorg in kaart te brengen. Als het kan, objectief, vergelijkbaar en openbaar. Niet omdat dat ik van bedrijfskundige trucjes houd met dat meten, maar omdat het belangrijk is. Omdat namelijk beschikbaarheid van personeel en de mate waarin zij voldoende tijd hebben voor de patiënt raakt aan de oudste en de meest basale waarden waarop ons gezondheidszorgsysteem gebouwd is. Als we een heel eind teruggaan in de tijd naar de middeleeuwen, naar de gasthuizen die kloosters in die tijd runden, daar was daar geen plaats voor value-based healthcare. Er viel ook eigenlijk bar weinig te genezen. Als je geluk had, dan gebeurde er af en toe eens een wonder, maar dan had je het ook wel gehad. En toch was het verzorgen van de zieken en het begraven van die doden in die tijd iets wat men belangrijk vond. Het was een van de 7 werken van barmhartigheid die hier afgebeeld zijn. We zouden nu zeggen een kwestie van fatsoen. Het was toen iets wat je hoorde te doen naast het voeden van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van de naakten en het onderdak bieden aan vreemdelingen. Bed, bad en brood, zou je kunnen zeggen. Dus die religieuze en die lekenzusters en broeders die daar werkten in die gasthuizen, die konden helemaal niet zo heel veel meer doen voor de zieken dan er gewoon te zijn. Ja, eigenlijk was patiëntgerichtheid het enige wat je toen kon leveren aan de mens. Nou, het jaar van de transparantie is afgelopen. Het jaar van de barmhartigheid, waar patiëntgerichtheid aan raakt, is sinds afgelopen zondag ook afgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat het meten van uitkomsten, transparantie en barmhartigheid niet blijven. Hè. Het blijven natuurlijk heel belangrijke concepten in de manier waarop we naar de zorg en de kwaliteit van de zorg zouden moeten kijken. Dus ik hoop dat we met een beetje inspiratie van Porter en een beetje van de paus de zorg blijvend beter kunnen maken. Zowel voor die mensen die willen en kunnen kiezen, maar vooral ook voor die hele grote groep die dat niet kan of niet wil. En die voor kwaliteit van zorg vertrouwt op een goede zorgverlener. Dank u wel. Wil je een enkele vraag? We hebben tijd voor een enkele vraag. Ik wil Diana heel hartelijk bedanken voor deze
zeer informatieve lezing over de rol van waarde. Van Hugo Borst tot de Pauws en Breugel. Heel mooi. We hebben tijd voor een enkele vraag. Als die er is. Anders gaan we gewoon door. Er zitten hier zoveel ex-studenten van Stolte. Dus er moeten zeker mensen met vragen zijn. Er was achterin een vraag. Oh, daar is een vraag. Is er een loopmicrofoon? Ja, ik kan moeilijk zo met deze. Ja. En anders zal ik het herhalen. Ja. Ja, de vraag is, in welk onderzoek gebleken is dat een kwart tot een derde van de verpleeghuisbewoners zei dat er niet genoeg tijd voor hen was. Dat is cijfers die ik heb gehaald uit metingen met de CQ-index die aan verpleeghuisbewoners werd voorgelegd. Wordt inmiddels niet meer afgenomen, maar dit was wel een terugkerende uitkomst. Ja, nog eentje. Ja. Ja, ik wil even vragen in hoeverre de macht als Huber positief wat de vraag is of de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber en het denken daaromheen in mijn denken wordt meegenomen. Als ik spreek voor mijn denken zoals dat bij het Zorginstituut Nederland zich afspeelt. Dan kijken we met heel veel interesse naar die nieuwe definitie van gezondheid. Met name ook als we nadenken over kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven in de langdurige zorg. Er zit ook best veel overlap tussen kwaliteit van leven definities en haar definitie. Dus dat terrein is nog heel erg in beweging. Maar we volgen dat met interesse. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Ja, ja, dankjewel Diana. Dan gaan wij nu weer verder met het begrip waarde. We gaan nu naar de maatschappelijke waarde van zorgorganisaties. En het is mij een genoegen natuurlijk om professor Kim Putters aan te kondigen, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zo, het kader van de aandachtsverdeling, ik ga hier staan. Goed, goedemiddag dames en heren en ook Aad. Ontzettend eervol om hier vanmiddag, op deze bijzondere middag, te mogen spreken. En na het mooie inhoudelijke verhaal van Diana, ga ik u wat meer van buiten naar binnen meenemen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt op heel veel verschillende manieren hoe het met Nederland en de Nederlanders gaat. Dus ik begin wat breder, omdat er toch wel iets aan de hand is in Nederland, in termen van onzekerheid, onbehagen, hoe voelen wij ons eigenlijk. En ik ga dat toewerken naar wat betekent dat nu eigenlijk voor de gezondheidszorg en voor zorginstellingen. En wat hebben zorgorganisaties daar nu eigenlijk mee te maken. Dus ik eindig wel bij een aantal organisatiekwesties en ik denk dat die ook goed te verbinden zijn aan waar Diana het over had. Maar laat ik beginnen met de vraag, hoe gaat het nu eigenlijk met Nederland? U ziet een paar kaften van onze SCP-rapporten linksboven, verschil in Nederland. Dat gaat heel erg over de scheidslijnen in de samenleving. Hoog, laag opgeleid, gezond en minder gezond. En wie doet er nu mee en wie niet? Zorg en onbehagen. We hebben ook eens gekeken waar komt nu ook het gemopper op de gezondheidszorg vandaan. Is het nou zo slecht of zit hem dat in andere dingen? Nou, ik ga u daar eens even in meenemen en om echt van buiten naar binnen te gaan, begin ik even heel breed met een ingewikkeld plaatje over Europa. En u ziet Nederland in de gele stip staan. Wat wij met heel veel Europese landen gezamenlijk doen is eigenlijk ook peilen, onderzoeken hoe het de gemoedstoestand van de Europese volkeren ervoor staat. En u ziet hier twee stellingen tegenover elkaar staan. Daar vragen wij ook op door, dus ik heb er even iets uitgelicht. En u ziet op de horizontale as, ziet u staan, het gaat goed met de maatschappij. Dus daar liggen een aantal vragen onder waarmee wij vragen aan mensen, hoe vindt u eigenlijk dat u het vandaag hebt? Hebt u een goede kwaliteit van leven? Vindt u dat u goed onderwijs krijgt? Gewoon, hoe gaat het vandaag de dag? Op de verticale as ziet u de stelling, de toekomst zal beter worden. De verwachting dat het met onderwijs, zorg, banen, welvaart eigenlijk de komende decennia wel wat beter zal gaan. En wat u hier ziet ten opzichte van een aantal andere Europese landen is dat wij in Nederland eigenlijk heel tevreden zijn over vandaag,
maar buitengewoon somber en pessimistisch over de toekomst. Dat is eigenlijk een van de conclusies die ik hier uithaal. U ziet dat wij in de buurt zitten van de Engelsen en de Duitsers. Nou, bij de Engelsen hebben we Brexit gezien. Wij hebben ook zoiets meegemaakt. Bij de Duitsers, ja, dan zou u zeggen, dat valt een beetje op. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat gevoel van onzekerheid over de toekomst ook in Duitsland heel sterk aanwezig is. Dat het wat langer onder de oppervlakte heeft gezeten. De Duitsers hebben ook een beetje geleerd de emoties wat onder de oppervlakte te houden. Maar je ziet langzaam maar zeker dat ook daar steeds meer onvrede naar boven komt. En het heeft ook alles te maken met natuurlijk veiligheidsvraagstukken, immigratiestromen. Kortom, ik maak het even heel breed. U ziet hier dat een aantal Europese landen eigenlijk veel positiever naar de toekomst kijken. Ook nog het gevoel hebben bij de Europese Unie iets te winnen, het beter te kunnen krijgen. Maar dat we in Nederland wel in een wat sombere hoek zitten. Als ik het nu even wat kleiner maak naar de gezondheidszorg. We hebben voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving onderzoek gedaan naar dat gevoel van onbehagen over de zorg. Daar kwam iets heel interessants uit. Als je gaat kijken naar het aantal Nederlanders dat echt slechte zorg krijgt, of de zorg niet krijgt die die wel gehad zou moeten hebben, dan is die groep eigenlijk heel erg klein. Uiteindelijk krijgen heel veel Nederlanders goede gezondheidszorg. Maar er is een deel die dat niet krijgt. Dan is er ook een groep die buitengewoon negatief is over de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de structuren, de bestuurdersbonussen. Misschien wel zoals wij hier zitten, worden we niet vertrouwd. Maar het overgrote deel van de Nederlanders, en dan heb ik het echt over de meerderheid van de Nederlanders, geeft ons terug. We maken ons zorgen over de vraag, is de zorg er nog als ik het nodig heb? Kan ik alle ballen nog in de lucht houden als ik ook mantelzorg voor mijn familie en voor mijn buren moet gaan verzorgen? Zullen mijn ouders de zorg nog krijgen als zij het nodig hebben? En daar zie je dus hetzelfde terug. Eigenlijk is het sentiment ten aanzien van de gezondheidszorg in hoge mate gericht op de vraag, zal het er in de toekomst nog zijn? Nou, dat is wel een belangrijke boodschap, zou ik zeggen, in een verkiezingsjaar. Want politici in Den Haag hebben nogal eens de neiging om vooral te mopperen op wat er verkeerd gaat en op wat er niet meer is. En mijn stelling zou zijn, de gemiddelde Nederlander heeft vooral behoefte aan een perspectief waar het met de gezondheidszorg heen gaat. Nou, dat even als aftrap, want tegen die achtergrond wil ik u een beetje meenemen met wat is er in de gezondheidszorg dan gaande. Ik wil u eerst even laten zien hoe wij eigenlijk naar de populatie kijken, de populatie Nederlanders. En dit kan ook een heel handige manier zijn om eens te kijken naar je adherentiegebied, naar de populatie patiënten in je omgeving, de mantelzorg in je omgeving. Wat weten we eigenlijk van deze mensen? In de sociologie gebruiken we voor de term hulpbronnen het woord kapitaal. Dus dat is meer dan geld. Want wat u hier ziet staan is eigenlijk dat om je positie in de maatschappij in te nemen, om mee te kunnen doen, om eigenlijk deel te nemen aan de samenleving, heb je niet alleen economisch kapitaal nodig, dus inkomen, vermogen, vaak gekoppeld aan een beroep, aan een opleiding, allemaal heel belangrijk, gaat vaak heel veel aandacht naar uit in alle discussies in Nederland. Maar het eerste, het persoonlijke kapitaal, is gewoon je gezondheid. Mentaal, fysiek, kun je jezelf presenteren, ben je voorkomend. Het is heel belangrijk om uiteindelijk mee te kunnen komen. De derde variant is wat wij het culturele kapitaal noemen. Spreek je eigenlijk de taal? Heb je de digitale vaardigheden om inderdaad in alle indexen, et cetera, die Diana noemde, je weg te vinden? Word je in- of uitgesloten? Word je gediscrimineerd op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld? Allemaal hele belangrijke culturele factoren die ook bepalen of je mee kunt komen. En tenslotte, het sociaal kapitaal, heb jij de netwerken om op terug te vallen? Bijvoorbeeld in termen van mantelzorg, als je het zelf moet doen. Of de netwerken om verder te komen in het leven, de kruiwagens bijvoorbeeld geïntroduceerd te worden bij een stageplek, een andere werkgever, maar als eenzame ouderen misschien eens een keer meegenomen te worden naar een kookkring. Als je dit bij elkaar optelt, is dit eigenlijk allemaal van belang om je positie in de samenleving in te nemen, maar eigenlijk ook in toenemende mate om als patiënt, cliënt je leven te ordenen. Want als we in de beleidstheorie aangeven dat mensen meer zelf moeten organiseren, eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, worden die sociale netwerken bijvoorbeeld ook heel belangrijk. En we weten één ding uit heel veel onderzoeken, de meest kwetsbare mensen hebben de kleinste netwerken. Dus ja, decentralisatie, een gemeente kan heel veel doen om de sociale netwerken te activeren van mensen, maar als je daar al je beleidsinzet op richt, weet je ook één ding zeker, dat je de meest kwetsbare mensen niet meer automatisch bereikt, omdat die veelal die netwerken helemaal niet hebben. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus sociaal kapitaal, cultureel, economisch
en persoonlijk kapitaal. En hoe ziet Nederland er dan uit? En dan wordt het interessant van hoe ziet dat bij uw zorginstellingen eruit? Wij hebben geprobeerd, en hier zit een ingewikkelder model achter dan ik nu doe voorkomen met weging van factoren. Dat laat ik even achterwege. Maar als je dit als meetlat zou gebruiken, ziet Nederland er zo uit. Wij hebben geen tweedeling, durf ik hier te zeggen. Er zijn heel veel discussies over scheidslijnen. En die zijn er, die ga ik ook zo laten zien. Het is hoog en laag opgeleid, etnisch. Maar Nederland is niet vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Waar een bovenlaag is en een groep achterblijvers is, die veel groter is. De omvang van de bolletjes staat eigenlijk voor de omvang van de groep in Nederland. Dus wij herkennen een bovenlaag van ongeveer 15% van de bevolking, die heel veel van alles heeft wat ik net zei. Inkomen, vermogen, opleiding, netwerken, gezondheid. En als de gezondheid het wat laat afweten, ook de wegen weet te vinden om de zorg te krijgen die nodig is. Dat is de bovenlaag. Daar helemaal onderaan hebben we een groep achterblijvers die eigenlijk heel weinig van dat alles heeft. Waar de problemen zich stapelen. Dan moet u denken aan bijstandsmoeders, vaak eerste generatie migranten, eenoudergezinnen, groepen, oververtegenwoordiging van vrouwen, van alleenstaande vrouwen. Groepen mensen waar problemen met inkomen, gezondheid, beperkte netwerken stapelen en die moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Maar die twee groepen die zijn eigenlijk ongeveer even groot, 15%. Daartussenin, ziet u staan, zitten nog meer groepen die in meer of mindere mate soms van het inkomen iets meer hebben en wat minder van de netwerken of andersom. De jongere kansrijken hebben nog niet zoveel inkomen en netwerken, maar zijn gezond, kijken positief naar het leven en kunnen nog heel veel bereiken in de Nederlandse samenleving. Zijn ook gelukkig, doen we ook onderzoek naar. De werkende middengroep is het grootst, bijna 30% van de bevolking, 28%. Daar begint de onzekerheid toe te nemen. Niet die bovenlaag, niet die jonge kansrijken. De jonge kansrijken zijn ook de ZZP-jongeren die er zelf voor kiezen. Merk ik ook bij mij in de collegezaal. Dat is overigens fascinerend. Studenten van tegenwoordig, ik heb er eerlijk gezegd veel respect voor. Als je naar hun cv kijkt, zijn ze niet alleen maar weer bezig met studeren en het doen van een studentassistentschap, maar ze runnen in de pauze ook hun BV of hun ZZP-schap. Het is, ik geef het je te doen, maar kijken positief naar de wereld. Die werkende middengroep, daar moet u bedenken, en dat is belangrijk ook voor zorginstellingen die veel van mantelzorg verwachten. Hier zitten de tweeverdieners. En u kent ze, en we zijn het misschien deels zelf. De tweeverdieners, hypotheekschuld, kinderen moeten naar de kinderopvang. In toenemende mate hebben ouders hulp nodig, grootouders hulp nodig. Moeten misschien ook klusjes voor de buren gedaan worden. Daar moeten vele ballen tegelijkertijd in de lucht gehouden worden. En die groep kijkt niet pessimistisch naar Nederland, maar is wel steeds onzekerder over de vraag, krijg ik dat allemaal nog voor elkaar? En dat geldt ook voor de vierde groep, wat wij de, het zal wel tot wat gegrijns leiden, comfortabel gepensioneerden leiden. Want ouderen zijn ook niet één groep. Politiek gezien wordt het allemaal wel eens even zo mooi tegenover elkaar gezet of weggezet. In die bovenlaag zitten sommige ouderen. Die hebben het heel goed. In de groep achterblijvers zitten arme ouderen die bij de crisis echt klappen hebben gekregen en echt heel veel problemen kennen op dit moment. Maar we kennen ook een groep daartussenin die eigenlijk een redelijk positieve financieel-economische situatie in Nederland heeft weten op te bouwen, maar natuurlijk wel gebreken kent, ongezonder wordt, kwetsbaarder wordt en de sociale netwerken worden kleiner. Dat wil niet zeggen dat deze mensen dus geen perspectief hebben, maar ze hebben wel hulp nodig en dat is die vierde groep. En heb ik er nog eentje niet gehad, dat de onzekere werkenden, staan onder de streep zoals u gezien hebt. Dat is de groep die een deel van het jaar werk heeft en een deel niet. Een deel van het jaar inkomen heeft en een deel niet. En dus echt problemen heeft om het hoofd boven water te houden. En als u die twee laatste groepen bij elkaar optelt, dat is een groeiende groep van bijna 30%, dan zitten daar de problemen en is daar ook de groep die eigenlijk het vertrouwen in de politiek verloren heeft, niet meer neigt te gaan stemmen, maar ook de instituties zoals ziekenhuizen niet meer vertrouwt, bedrijven het gevoel heeft van ja, er zijn allerlei groepen die het beter krijgen, maar wij delen niet in de welvaart en eigenlijk zich aan het afkeren is. En dat is eigenlijk het beeld van de scheidslijn die wij uit ons onderzoek naar voren krijgen. En die heeft denk ik heel veel invloed op hoe mensen in de spreekkamer zitten, hoe mensen het ziekenhuis binnenkomen, wat ze van u verwachten, wat ze van elkaar verwachten. En ik zal u daar ook een paar illustraties van geven. Want dit beeld geeft eigenlijk aan dat er ook in de gezondheidszorg een paar belangrijke scheidslijnen leven. Als je redeneert vanuit mensen, vanuit bevolkingsgroepen. Ik redeneer dus even niet vanuit het aanbod van zorg of vanuit de organisaties, maar echt vanuit hoe ziet de samenleving eruit. De eerste is levensverwachting en kwaliteit van leven. Nou, wij weten denk ik hier allemaal, ik ga ze alle vier met een korte illustratie langs, dus ik klik gelijk door, maar dan weet u dat ze alle vier langskomen.
Ik heb u daar een trend van meegegeven. Wat ziet u hier? Hier ziet u de groei van het aantal 65-plussers in ons land. Nou, wat u ziet is dat het aantal 65-plussers van nu ongeveer 2,8 miljoen zal groeien naar ongeveer 4,7 miljoen, als u zo de decennia volgt. Dat is dus ongeveer een plus 2 miljoen op een na 2035, denken wij, krimpende bevolking. Dat is wat afhankelijk ook van migratiestromen natuurlijk, maar het aandeel ouderen in onze samenleving zal groeien. Dat is natuurlijk in de allereerste plaats een groot goed. Goede gezondheidszorg, goed onderwijs, sterke economie zijn een garantie voor een gezonde bevolking en groeiende levensverwachting. Dat is niet alleen een wijsheid hier in Europa, maar dat is in Afrika ook zo. Dus dat geldt hier ook. Dus het is een verworvenheid wat u hier ziet. Tegelijkertijd ziet u aan die laatste staafjes ook, een kleurverschil. De helft van de groep zal boven de 75 zijn. Dat is dus in 2040 evenveel mensen als er nu boven de 65 zijn. Zal dan boven de 75 zijn. Nou, dat is niet de groep die ook alleen nog maar kan werken, die gezond is, die te maken heeft met slechts één kwaal. We zien nu al dat de comorbiditeit sterk toeneemt onder 65-plussers. De periode over het leven waarin je met meerdere aandoeningen te maken hebt, wordt ook groter. En nu komt de scheidslijn. Hoger opgeleide leven in ons land 7 jaar langer dan lager opgeleide. Als het gaat om het leven in jaren goede gezondheid, is het verschil zelfs 15 tot 20 jaar. En daar ziet u dat opleiding dus niet alleen je positie op de arbeidsmarkt beïnvloedt, maar ook je levensverwachting en je kwaliteit van leven. En u ziet dat hier ook terug. Dus die groep ouderen, die zal er heel wisselend uitzien. Daar zullen mensen tussen zitten, en dat ziet u in dit plaatje. De blauwe lijn is exact wat u net zag. Kan ik het aanwijzen? Ja. Ziet u de groei van 2,5 miljoen 65-plussers richting die 4 miljoen? En die onderste lijn is het aantal kwetsbare ouderen dat wij ramen. Dus de ouderen met problemen in inkomen, netwerken en eigenlijk deelname aan de samenleving. En u ziet daar 2 lijntjes. De gele lijn is de demografische trend. Dat loopt dus op richting 2030 naar zo'n 1 miljoen kwetsbare ouderen. Dat roept dus veel vragen voor uw instellingen op. De lijn daaronder is een correctie. Want we zien ook dat ouderen meer sporten, gezonder leven, anders gaan eten. En dan kun je dus ook stellen van nou, het zou ook nog mee kunnen vallen. En dan corrigeren wij voor ongeveer 200.000 ouderen minder die kwetsbaar zouden zijn. Maar laten we het in het midden houden. Het groeit toch door naar zo ongeveer 1 miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. En daar loopt die scheidslijn in opleidingsniveau dus doorheen. We hadden het er net heel even over kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg. Het gaat hier natuurlijk niet alleen over goede medische zorg. Maar ook het kappersbezoek, een wandeling, je kinderen nog eens zien. Ik kom daar zo op terug, want dat is denk ik heel belangrijk voor de organisatie van de gezondheidszorg. De tweede scheidslijn is die van opleiding. En die heb ik eigenlijk al even behandeld, hè, want opleiding en beroep raakt ook je inkomen. Wat u hier ziet, en deze laat ik eigenlijk ook even zien, omdat sommige van u ook zorgpersoneel in huis hebben. U ziet hier dat lager en middelbaar opgeleide in Nederland, en dit loopt gewoon door richting 2015, 2016, tot 3 keer zo vaak in flexwerk, tijdelijk werk en ZZP-schappen zitten. Hoger opgeleide veel minder. En die hoger opgeleide die in tijdelijk werk zitten, kiezen er vaak zelf voor. Kiezen zelf voor het ZZP-schap. En diegenen die in de wat lagere en middelbare opleidingen zitten, niet. Daar zit ook veel zorgpersoneel tussen. Daar zit ook veel ongenoegen bij verpleegkundigen tussen. En dit speelt dus direct in zorginstellingen. Dit bepaalt ook heel erg de arbeidsvreugde van een deel van deze groep. Maar de verschillen zijn er dus ook. Niet alleen in werkloosheid. De werkloosheid is groter onder de groep. De aantal mensen in tijdelijk werk is groter. Maar ook, en die uitdaging zou ik u voor een instelling mee willen geven, bij wie komen de opleidingen terecht van werkgevers? Wij zien over de hele linie, dat is breder, zeg maar de bedrijven in Nederland, dat heel veel van de opleidingen uit de opleidingsfondsen terechtkomen aan de bovenkant. Waarom? Omdat juist die midden- en lagere opgeleide beroepen veel meer coaching on the job nodig hebben. En heel veel van de onderwijsmodules zijn nog op gericht om in de schoolbankjes te gaan zitten. En ik denk dat we dus ook heel erg moeten nadenken hoe je dat verandert. Dus de tweede scheidslijn, dus gezondheid, opleiding, etniciteit speelt ook steeds meer in de populatie die u in uw adherentiegebied hebt. Wij zien, ik heb hier gewoon een indruk gegeven. Wat u hier ziet staan, is dat er in toenemende mate een scheidslijn tussen moslim-Nederlanders en niet-moslim-Nederlanders is. En dat
zie je niet alleen terug in het minder mengen van sociale netwerken, of in het afnemen van gemengde huwelijken, of in arbeidsmarktdiscriminatie, maar je ziet het ook terug in de verwachtingen ten aanzien van de gezondheidszorg. Ik denk dat dit een hele belangrijke en explosieve scheidslijn is. Hij heeft misschien iets minder met het thema van vanmiddag te maken, maar ik wilde hem toch even laten zien, omdat ik denk dat die culturele diversiteit in de gezondheidszorg, de herkenbaarheid voor mensen, het toestappen op een arts die je vertrouwt, Diana noemde net vertrouwdheid, omgeving, heel belangrijk is. Maar mag ik er toch één illustratie uithalen? Juist bij ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt de moedertaal, een beetje affiniteit met de oude omgeving, zo belangrijk voor een beetje kwaliteit van leven. En juist bij de oudere Turkse en Marokkaanse mensen is dat een heel belangrijk gegeven. Dus ook dit speelt wel degelijk in uw instelling. Nou, dan tenslotte, de vierde scheidslijn, die is dat vertrouwen in instituties. En dan kom ik langzaam maar zeker dus wel bij die zorginstellingen terecht. Want wat wij zien is dat al deze factoren, opleiding, verschil in gezondheid, hoe mensen zich voelen, langzaamaan ook is gaan doorcijpelen naar in hoeverre en wie eigenlijk bestuurders vertrouwt, instellingen vertrouwt, politici vertrouwt. En ook daar zie je hetzelfde terug. Lager en middelbaar opgeleiden hebben veel minder vertrouwen in de politiek dan hoger opgeleiden. Wij zien dat juist daar bijvoorbeeld ook een verschil is in de steun aan referenda. We zien juist bij die onder die streep, dus die twee groepen die ik daar noemde, daar zien we dat mensen sterk de neiging hebben om te zeggen, we willen eigenlijk weer zelf meer beslissen. Zelf meer in eigen handen nemen en minder overlaten aan bestuurders die er eigenlijk, wat doen die eigenlijk voor ons? Ik verlies mijn baan, maar krijg er niets voor terug. Heb ik nog toegang tot gezondheidszorg of regelen anderen het eigenlijk wel voor zichzelf? En dat onbehagen raakt dus ook de zorginstellingen. En ik heb daar eigenlijk als vraag neergezet van ja, hoe zit het eigenlijk met die maatschappelijke democratie in de gezondheidszorg? Ik heb veel geleerd van Herman Tjenk Willink, ook van Tom van der Grint zoals hij hier zit, omdat die daar veel over geschreven hebben. De democratie in Nederland, of de zeggenschap in Nederland, is niet iets wat alleen van de politiek is. Van oudsher komen wij uit een systeem waarin wij ook maatschappelijke democratie hadden. Waar mensen ook iets te zeggen hadden in ziekenhuizen, corporaties, scholen. Waar je wist dat als je ook nog een dokter of een ziekenhuisbestuurder of een dominee aan zijn jas trok. Het waren allemaal achterkamertjes en het was helemaal niet transparant. Maar ergens trok die dan wel weer een politicus aan zijn jas. En er was ook veel gemopper over dat systeem. Maar het waren wel communicerende vaten. Dat wat je in de maatschappelijke systemen te zeggen had en dat wat je in de politiek te zeggen had. Wat er met de ontzuiling, maar ook de privatisering van heel veel publieke voorzieningen is gebeurd, is dat die zeggenschap verdwenen is. We zijn klant geworden. We hebben hooguit een contract. Maar we voelen ons allemaal niet meer zo eigenaar van een trein. Of eigenaar van een woningcorporatie. Of eigenaar van een ziekenhuis. We krijgen een dienst verleend. En als er een probleem is, een plascontract, dan is het de schuld van Martin van Rijn. Dus wat er gebeurt in Nederland, is dat eigenlijk elk vraagstuk trechtert naar de politiek. We hebben er wel last van in zorginstellingen, maar bijna alles is een politieke vraag. En waar hebben we last van? De politiek probeert het nog op te lossen ook. En dat kan natuurlijk helemaal niet, want de verwachtingen zijn veel te hoog aan het adres van de politiek. Ik denk dus dat een van de problemen waar wij mee zitten, is dat we zeggenschap in de samenleving ook anders vorm moeten geven. En dat je het dus ook niet oplost met het invoeren van referenda in de politiek alleen, maar dat het dus ook op andere manieren zal moeten. Nou, dat brengt mij, sla ik er eentje over, eigenlijk naar wat kan je daar als zorginstelling voor doen? Ik heb een viertal keuzes die ik eigenlijk de zorginstellingen mee zou willen geven, hoe je met al deze maatschappelijke trends nu enigszins zou kunnen omgaan. Want we kunnen het probleem van de politiek hier ook niet met z'n allen oplossen. Dus ik maak het nu wat kleiner. De allereerste plaats, en daar sluit het verhaal van Diana en mij denk ik elkaar aan, positie kiezen. Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven. Ik zei het al, zeker in de care, die steeds complexer wordt en steeds gespecialiseerder wordt, is het mengen van het medische en het sociale model zo belangrijk. En er gebeurt ook al heel veel. Maar de vraag wie die sociale aandacht kan organiseren is wel belangrijk. Op het moment dat je ouders in een verpleeghuis gaan en de verwachtingen aan het adres van de professionals en de bestuurders torenhoog zijn, dat daarnaast de medische zorg ook alle sociale zorg verleend moet worden, die, zei ik net, over een langere periode van het leven alleen maar toeneemt en met hoger opgeleide mensen de eisen en wensen ook zullen toenemen, levert dat hele grote vragen op. Dus ik denk dat je kwaliteit van leven moet definiëren, maar ook kwaliteit van zorg. En dat moet ook de discussie aan moet gaan, wie doet wat, familie, mantelzorg, professionals. En dat kan vele varianten kennen. Dat is iets anders dan het opleggen dat iemand iets moet doen. Ik had in het verpleeghuis van mijn eigen oma
dat leeft nu niet meer, maar vond ik prachtig. Daar hadden ze de technologie, soms kan technologie helpen, van de app gebruikt. En de app heette Jenny. Misschien kennen sommigen, want meerdere huizen hebben hem toegepast. En Jenny was een app voor de familie en de professionals. Die, en de directeur zelf overigens, die altijd aanspreekbaar was. Die zaten met elkaar op de app. En dat werd gebruikt om ook aan te geven, bijvoorbeeld we maakten een afspraak wanneer de kleinkinderen en de kinderen naar oma konden gaan. Maar we hadden altijd een terugvaloptie. De zorginstelling zei, als je tijdig op de app laat weten dat het toch niet lukt, zorgen wij ervoor dat een van onze professionals wel langs gaat bij oma. Ik kan u vertellen, dat zou tot een afschuifmechanisme kunnen leiden, maar integendeel. Ze hebben mij laten zien, dit deden ze bij heel veel mensen, dat het zelfs tot een toename van bezoeken van familie leidde. Waarom? Omdat je iedere keer ook weer moet uitleggen in de familie dat je weer niet komt. Dus je houdt er rekening mee, maar je hebt een terugvaloptie. Ik denk dat voor de sociale kant van de gezondheidszorg het organiseren van terugvalopties ontzettend belangrijk is in een drukke, gehaaste samenleving. Denk maar na bij jezelf. Kan ik nu al zeggen dat ik donderdagmiddag bij oma langs ga? Ik kan niet eens morgen en overmorgen overzien. Als ik die terugvaloptie heb, geeft dat rust. En dat werkte daar wel en dat gaat over kwaliteit van leven. Dus niet alles is oplosbaar met medische zorg. Dat raakt het tweede. Denk na over de bindingen van mensen. De binding van een bewoner, maar ook iemand die thuiszorg krijgt, is niet alleen de zorg, maar is ook vaak heel cultureel. Kan iemand nog naar de bibliotheek? Kan iemand naar de jaarlijkse braderie? Het is soms ook, kan ik nog naar de kapper of naar de winkel op de hoek? Dat is een meer functionele binding. Ik denk dat als je als instelling ook die maatschappelijke waarden, soms dus functioneel, de kerk, een winkel, een kapper, soms cultureel, een evenement, als je die kunt bedienen en aan je kunt binden, dan ben je waarde aan het creëren voor je cliënten. Dus ik denk dat je ook daar keuzes hebt als zorginstelling. En er gebeurt al heel veel, dus laat ik je niet de indruk wekken dat het niet gebeurt. De derde, en die puzzelt me wel heel erg, ook naar aanleiding natuurlijk naar het verhaal van daarnet. Kijk, naarmate we meer praten over meer eigen verantwoordelijkheid. En dat kan ook, hè? U zag die hulpbronnen, we zijn hoger opgeleid. En dat zal alleen maar toenemen, we hebben meer technologie tot onze beschikking. Neemt de personalisering van de zorg toe. De eigen regie neemt toe. Maar niet iedereen kan dat. Dat zei Diana daarnet ook. Dat leidt tot twee constateringen. De eerste, als je meer personaliseert en dichter bij de patiënt legt, dan gaat het dus meer botsen met de uniforme regels en protocollen die we hebben. Het is linksom of rechtsom. Dus daar zul je een beetje lef moeten hebben als zorginstelling om het gesprek met de inspectie proactief aan te gaan en niet achteraf. En ik weet hoe moeilijk het is, maar hier is het zoeken naar de ongehoorzaamheid en de mazen van de wet absoluut noodzakelijk, want ik deel heel erg wat daarnet gezegd werd. Het kan niet allemaal tegelijk. En een keuze voor meer personalisering is dus ook een keuze voor het uitleggen wanneer je protocollen niet kunt volgen. En de laatste is, ja, als je meer inzet op familie en mantelzorg, dan vraagt dat ook twee bewegingen. Namelijk een stukje professionalisering aan de ene kant, soms van verpleegkundigen die specialistische dingen gaan doen. Misschien ook wel van mantelzorgers die toch zich ook aan bepaalde dingen moeten houden om het goed te kunnen doen. Dus de overdracht ook en de relatie, de dialoog tussen mantelzorger en professional is heel erg belangrijk. Maar het vraagt, en dat is voor beroepsbeoefenaren natuurlijk niet makkelijk, ook deprofessionalisering. Want je moet dingen uit handen geven. Misschien is dan het woord deprofessionalisering ook niet altijd goed hoor. Maar om even duidelijk te maken wat ik bedoel. Dingen uit handen geven. Bas Bloem heeft het zo ook in zijn oratie destijds genoemd. Het is professionalisering van de patiënt en deprofessionalisering van de dokter. Dit is een ingewikkelde. En hier denk ik ligt een grote opgave voor de opleidingen in de gezondheidszorg. Want Hugo Borst heeft natuurlijk gelijk. Tenminste, ik denk, ja, weet je, daar waar noodzakelijke investeringen nodig zijn, kunnen ze niet wachten. Maar Martin van Rijn heeft ook gelijk als hij zegt dat dit tijd kost. Opleiden van mensen kost tijd. Nadenken over wat dit betekent. En dit kan grote consequenties hebben voor zowel de organisatie van de zorg als de verantwoordelijkheid die je verdeelt in de verschillende stakeholders in de zorg. Ik denk dat dus op deze vier punten zorginstellingen veel nadrukkelijker dan vroeger positie moeten kiezen. En gelukkig doen ze dat ook al. Nou, dan kom ik tot een paar conclusies. Kan dat nog? Ja, hè? Wat betekent dat nu? Ik heb even gezocht naar woorden en ik vat een paar dingen samen die ik heb gezegd. Ik heb het even coördinaten genoemd. Kijk, want u moet even weten, ik hou nu een verhaal van buiten naar binnen, vanuit de maatschappelijke ontwikkeling. En ik kom natuurlijk eigenlijk vanuit het management en de organisatie van de zorg, vanuit mijn leerstoel die ik hiervoor aan de Erasmus Universiteit had.
Ik heb het nu andersom gedaan en ben ik gaan nadenken, wat betekent dit verhaal nu ook, ook indachtig wat Aad ons straks gaat vertellen. Volgens mij hebben we dringend behoefte aan het nadenken over wat de coördinaten van organiseren zijn. Ik denk niet dat de organisaties van nu nog de organisaties over 10, 15 jaar zijn. Met de bewegingen naar meer thuiszorg, netwerken van zorg. Mensen komen af en toe in een zorginstelling, maar ze zijn ook niet alleen maar ziek. Dat is ook zoiets belangrijks wat wij ons in de gezondheidszorg moeten realiseren. Er is, je kunt mooi digitale platforms maken. Een van mijn promovenda, Femke Vennik, heeft ParkinsonNet in Nijmegen onderzocht. Prachtig initiatief. Een nieuwe organisatievorm van de zorg. Digitaal, online, patiënten komen samen, dokters komen samen, kunnen van alles uitwisselen. Maar weet u waarom patiënten ook afhaken? Omdat je gewoon ook niet de hele dag patiënt wil zijn. Dus je wil er ook vooral op gaan als je een vraag hebt, als je iets wil delen. Maar vooral ook weer af, omdat je ook gewoon nog naar school moet, of je kinderen moet halen, of met je kleinkinderen naar de kinderboerderij. En niet iedere keer een piepje wil horen dat er weer een goede tip van een andere mantelzorger of patiënt gekomen is. Nou, ik chargeer nu een beetje, maar ook dat heeft gevolgen voor de gezondheidszorg. Dus ik denk dat de modaliteiten die wij kennen, online en offline, organisaties gaan veranderen. Nou, langs welke coördinaten dan? En ik heb dus niet, ik ga u geen organisatiemodel geven, dat vind ik ook helemaal niet mijn rol om dat nu te doen, maar ik denk wel dat ik probeer om even een viertal coördinaten mee te geven waar langs we misschien het denken over organiseren in de zorg mee kunnen ordenen. De eerste heb ik net eigenlijk al genoemd, maar die zet ik bovenaan. Dus positioneren op kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en wat kan ik daar als hulpverlener of als bestuurder van een instelling nu precies aan doen en wat niet. Dat bepaalt namelijk welke allianties je sluit met een woningcorporatie, met vrijwilligers of niet. Moet ik heel veel vrijwilligers aan mij binden als ik dus beperktere eisen aan mijn hulpverleners stel? En hoe ga ik die dan motiveren en erbij houden? Dat is een heel ander model dan wanneer je dat wat minder doet. Dus kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg bepaalt ook hoe je staat in reparatiezorg, voorzorg, positieve gezondheid, zoals hier net gezegd wordt. Positieve gezondheid gaat ervan uit dat de zorginstelling het niet allemaal meer zelf kan oplossen. Nou, ik denk dat het een heel belangrijk eikpunt of een heel belangrijk nieuw coördinatiepunt voor de zorgorganisatie is. De tweede, kijk, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en personalisering van zorg roept ook onherroepelijk de komende jaren nieuwe normatieve vragen op. Niet alleen in deze zaal, maar zeker ook in de politiek. Het roept namelijk nieuwe solidariteitsvragen op. Want niet iedereen, Diana zei het al, niet iedereen kan daarin mee. En wij weten nu misschien nog helemaal niet zo goed wie precies die groep is over 10 jaar. Deels zullen het kwetsbare ouderen zijn, deels zullen het mensen ook met een wat lager IQ zijn, mensen met beperkingen zijn, dat weten we zeker. Maar er gaan ook mensen buiten de boot vallen die de complexiteit van de technologie, van de ICT, van de zoektocht in zorginstellingen niet meemaken. Wij komen in ons onderzoek heel veel mensen tegen die niet alleen hun zorgverzekering moeten kiezen en het gesprek met hun dokter moeten voeren, maar ook gewoon nog moeten zien dat ze bij de Albert Heijn boodschappen kunnen doen waar alleen nog een scan is, hun treinkaartje moeten zien te kopen waar niemand ze meer aanspreekt en eigenlijk bij de gemeente een loket digitaal moeten vinden. En die groep is niet klein, die hier bij deze stapeling van dagelijkse bezigheden een probleem heeft. Dus ik denk dat je dat niet alleen aan de politiek over kunt laten, maar afgaande op je adherentiegebied, een goede analyse van wie is deze groep, als zorginstelling ook een verplichting hebt om positie te kiezen, wat is inclusief in deze regio en hoe kunnen wij die groep ook de hand reiken om voor ons goede zorg te verlenen, of onze zorg goed te verlenen voor hen. Wat is goed, is voor die groep iets anders dan degene die het zelf kunnen uitzoeken. Dus dat is de tweede eikpunt voor organiseren. Welke mate van inclusiviteit regionaal, lokaal wil je organiseren? En dan de laatste twee. Zeggenschap en invloed. Ja, ik zei het al. We kunnen en willen in algemene zin meer zelf beslissen. Dus empowerment, nou ja, u kent al die termen wel, andere rolverdeling, experience-based co-design in ziekenhuizen, nou, allemaal prachtige termen. We doen het samen, voor wie dat kan en voor wie dat wil. Het betekent dus ook dat het niet zo kan zijn, denk ik, tenzij u anders over de collectiviteit van het werken van een collectieve voorziening denkt, maar het is natuurlijk niet per definitie zo dat die groep zijn wil dan zou moeten opleggen aan de groep die het even niet kan of even niet wil. Daar zou je zelf als instelling een visie op moeten hebben. Hoe wil je dan mensen die het wat minder kunnen ook wat meer invloed en zeggenschap geven via familie of dingen die heel dicht bij mensen wel georganiseerd kunnen worden? Dus het verdelen van zeggenschap en invloed, niet alleen in het bestuurlijke proces, maar juist ook in het zorgproces,
is een, denk ik, een derde belangrijke eikpunt. En tenslotte, ja, welke principes hanteer je dan? En ik hoop dat ik daarmee ook een klein bruggetje naar de rest van de middag sla. Ja, ik ga niet mijn persoonlijke voorkeur geven, want het is veel interessanter om het objectiever te bekijken. We hebben nu tal van type organisaties in de zorg. Eigenlijk jeuken mijn handen om ze te gaan bestuderen. We hebben meer marktgerichte organisaties. Daar zou je van willen weten, hoe zit dat nou met de zeggenschap van patiënten, met die van de professionals? Wat gaat daar nou goed en wat gaat daar nou niet goed? Waarom worden er alsmaar meer coöperatieve verbanden opgericht? Toch ook weer uit ontevredenheid met die marktgerichte organisaties. Of misschien wel uit ontevredenheid met die zorginstellingen die in dominante zin door overheidsregulering gemangeld zijn. Dus er ontstaan weer tussenvarianten, net als die er vroeger waren, die we coöperatieven noemen. Ik zou buitengewoon boeiend vinden, ook als zeg maar de Transo en andere instituten, ja, daar nog weer eens in zouden duiken, omdat ik denk dat je daar nieuwe principes uit kunt halen van wat is dan goed, wat is een goede organisatie. Dus ik heb hier maar een paar punten neergezet en ik denk eigenlijk, en daar wil ik heel graag mee afsluiten, daar kan je vooruitkijken en nu zien wat er allemaal aan nieuwe initiatieven ontstaat, maar de geschiedenis is eigenlijk minstens zo interessant. En ja, als je zou kijken naar de padafhankelijkheid van het organiseren in de gezondheidszorg, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wanneer we 50, 60 jaar terug gaan kijken, dat we eigenlijk aan het heruitvinden zijn wat een aantal belangrijke organisatieprincipes in die tijd waren. En ze zullen in een nieuw jasje gestoken moeten worden wellicht, maar ik denk dat we nog meer kunnen leren uit ons verleden dan vanuit de onzekerheid die de toekomst ons brengt. Dank u wel. Dankjewel, Kim. Een heel helder betoog. En Aad, we hebben de indeling gezien van Nederland in 6 groepen. Van achterblijvers tot de gevestigde bovenlaag. En het zal je deugd doen dat de comfortabel gepensioneerde net boven de streep zit. Maar we hebben nog ruimte voor een enkele vraag. Ja, er is een loopmicrofoon, heb ik gezien. Hij komt eraan. Professor Lepre. Hier naar deze kant. Kim, je hebt net het. Is die aan? Oké. Okay. Je hebt dat mooie plaatje laten zien met die zesdeling. Dat werd ook al net aangerefereerd. De trends daarin. Durf je het aan om iets te zeggen wat dat betekent voor de politieke keuze van mensen? Want we hebben gezien dat er steeds meer vraag is naar beleid van overheid. Als er iets niet klopt, dan willen we daar gaan buurten. En dat kan natuurlijk niet, maar het doet wel iets met de keuze van mensen. En sommige mensen vragen dat wel. Die willen aan de ene kant van de overheid af, maar van de andere kant die overheid juist meer erbij betrekken. Durf je het aan om daar, want het wordt natuurlijk gauw politiek, hè? Nou ja, wij hebben voor die zesdeling, maar dat zijn natuurlijk, het kiezersgedrag is heel wisselend, weten we. Maar we hebben dat ook, toen we die studie deden, ook in kaart gebracht. En dan zie je heel wisselende beelden. Eigenlijk in de top 3 van al die 16 groepen komen eigenlijk behalve de VVD komt eigenlijk geen van de klassieke middenpartijen nog voor. En zie je dat aan de onderkant van die lijn PVV, 50PLUS en SP heel veel voorkomt. En daarboven meer GroenLinks en D66. Maar bijvoorbeeld CDA en Partij van de Arbeid komen eigenlijk nergens in de top 3 van die groepen voor. Dus als je maar dat was een momentopname. Als ik even iets van een voorspelling moet doen. Weet je, het zit volgens mij in mijn allereerste plaatje. Uiteindelijk, ja, er zijn in een deel van deze groepen zijn mensen boos over het verlies van rechten op gezondheidszorg, over het verlies van banen of over een gevoel van onveiligheid en immigratiestromen. Maar wat nog veel dieper zit, en ik denk dat daar de politiek heel vaak de plank mislaat, is dat een nog groter deel van de samenleving behoefte heeft aan een toekomstperspectief voor Nederland. En mijn stelling zou zijn dat op dit moment vaak de politieke partijen winnen die het hardst mopperen, maar staat er iemand op die met enige overtuiging zou kunnen schetsen waar het heen gaat, dan denk ik dat die daar tegenop kan boksen. En in feite, wat u er met z'n allen ook van vindt, is dat wel een klein beetje wat er in Amerika gebeurd is. Want je kunt vinden wat je vindt van wat Donald Trump heeft voorgesteld, maar Make America Great Again, daar en met een aantal concrete plannen, schetste die voor een deel van de samenleving ook een perspectief. Daar kunnen wij van vinden wat we ervan vinden, maar het was niet alleen een stem van de mopperaars. En ik denk dat dat mechanisme ook in Nederland speelt. Ja, nog een vraag.
En gezondheidszorg speelt daar dus wel echt een hele belangrijke rol in. Hè? Want ook in de gezondheidszorg is veel gemopper, maar dat zei ik al. Juist ook veel behoefte aan een schets. Maar hoe ziet die zorg er dan over een paar jaar uit, hè, als ik het nodig heb? Harry Kemps. Terecht geven we de spanning aan tussen kwalitatieve zorg en kwaliteit van leven. Impliceert dat niet dat er de kloof die er heel sterk is tussen de zorgorganisaties en organisaties die meer het leven mee positief beïnvloeden, dat die kloof moet worden opgeheven? Dus dat de verbinding van het klassieke zorgdomein en de overige domeinen, wonen en het sociale domein, dat daar meer verbindingen tussen moeten komen. Ik merk het, ik ben wat actief in de zorg voor dementerende, en dan zie je dat een heel apart circuit, ketenzorg, rond in de professionele circuit zich ontstaat. En dat er nu in de informele zorg en de samenleving zich weer circuits ontstaan. En die twee, die hebben vaak helemaal geen verbinding. Is daar wat aan te doen vanuit jullie? Ja, ik geef er op twee manieren een antwoord op. Ja, ik zie ook dat zeg maar, er nog steeds heel veel in kokers gewerkt en gedacht wordt. En niet in de laatste plaats komt dat ook weer door de Rijksoverheid, want nou ja, weet je, het SCP is een interdepartementaal instituut. Nou, hoeveel moeite wij wel niet hebben om de departementen en ambtenaren met elkaar in gesprek te laten gaan en duidelijk te maken dat als je het sociaal domein nu wilt bestuderen, dat je tegelijkertijd door die kokers moet kijken, zie je dat ook daar de directies weer terugvallen op waar hun staatssecretaris dan voor verantwoordelijk lijkt te zijn. Dus daar begint het al en dat zie je in gemeentehuizen terug en het blijkt toch nog heel lastig, en daar hebt u dan in de praktijk last van, om financieel, organisatorisch doorheen te breken. Waar ik een keerzijde plaats, is dat ik denk dat wij in Nederland moeten oppassen met het praten over grote kloven, afstand. Ik vind zelfs dat we moeten oppassen met de tegenstelling elite en volk. Weet je, die is eigenlijk helemaal niet zo groot. Ik kom eerlijk gezegd alleen maar bestuurders en professionals tegen die hier heel erg over nadenken, die hier ook deels opgeleid worden, dus ik durf het hier al niet anders te zeggen. Maar dat is ook echt zo. En we creëren dus ook wel een afstand die er niet is. Het is iets anders dan dat we soms handelingsverlegen zijn. Dat we even niet weten hoe. En dan zou ik zeggen, experimenteer. Ga het doen. Ik sprak vorige week Laurent de Vries, die met zijn instellingen, ik vond dat prachtig, en misschien doen anderen het ook, heeft veel mensen met dementie zitten. Hij heeft een deel van zijn huis heeft hij helemaal omgebouwd, letterlijk met voorwerpen en beelden. En zijn ouderen, die dement zijn, die komen, die worden 50 jaar teruggeworpen in de ruimte waar zij zitten. Nou, velen doen dat met voorwerpen, maar hij heeft dat ver doorgevoerd. En wat gebeurt daar ineens? Daar gebeurt ineens dat ouderen gaan weer zitten breien. Ze konden helemaal niets meer. In één keer praten ze weer met elkaar. En wat hij heeft gedaan is dwars door die kook. Hij heeft niet zitten wachten of de inspectie het goed vond dat al die rommel daar mocht liggen. Want ik hoor heel veel verhalen van verzorgingshuizen die de rommel weer weghalen, omdat er een inspecteur komt die het niet hygiënisch genoeg vindt. Hij is het gewoon gaan doen. En ja, ik weet dat dat soms consequenties kan hebben. Maar daar hebben we dus wel nodig, dat soort gedrag. Heb je vertrouwen dat gemeenten die eigenlijk geen last hebben van die historische verkokering, dat die er eens in zullen slagen wat meer verbindingen te maken? Want nou, gemeente, het is hier en daar zie je het positief, maar je ziet af en toe dat het helemaal niet opziet. Het is nog heel lastig. Ik denk dat heel veel gemeenten hebben de afgelopen 2 jaar vooral gefocust op hoe krijgen we dit allemaal, ja, vreselijke term, geregeld. Hè? Je ziet in de WMO meer variatie, wat meer eigen keus. Maar je ziet bijvoorbeeld voor de jeugdzorg en voor de participatiewet dat ze eigenlijk ingezet hebben op continuïteit van wat al was. Ik denk wel, ik zie ook al andere tendensen. En ze zijn zuinig op het geld geweest. Vanuit angst dat het allemaal niet betaalbaar was en nu blijft er weer geld over. Wat ik wel zie, en laat ik daar dan een hoopvol signaal geven. Ik zie ook gemeenten die bijvoorbeeld nu zeggen, de oplossing voor dit gezin, of voor deze ouderen, is eigenlijk de schuldhulpverlening. Deze mensen hebben zoveel last van een stapeling van schulden, maar die schuldhulpverlening, die zit niet in die 3 decentralisatiewetten. En wat gaan we nu doen als Rijksoverheid? Eigenlijk vinden we dat een hele goede zaak. Want als je daarmee de kwaliteit van leven van mensen verbetert, waardoor ze ook minder hulp nodig hebben, dan mag je eigenlijk een groot applaus geven aan die gemeente die dat erbij weet te betrekken. Alleen ja, dan zie je meteen de discussie, gaat het dan naar het goede? Ja, ik denk dat als je daar dan als Rijksoverheid niet op meebeweegt, dan heb je eigenlijk de verkeerde beslissing genomen met decentralisatie. Want decentralisatie roept dit nu juist op, dat gemeenten daar hun keuzes in gaan maken. De goede, maar ook de slechte keuzes. En ja, dat is de consequentie van het systeem. En ik zie nu beide, maar ik heb er wel zorg om. Want we zien heel veel keukentafelgesprekken en wijkteams ook nog niet optimaal functioneren. Ja, om het zacht uit te drukken. We hebben nu tijd voor de koffiegesprekken.
Ik zie u graag over een half uur wel terug en ik wil Diana en Kim heel hartelijk danken. Zo. Oké. Nou, het is zover. De 8e Stolte-lezing gaat uitgesproken worden door professor Aap de Roo en die behoeft verder geen enkele introductie. Oh jee. Ja. Zoals ik hier sta, heb ik de nervositeit van een première, terwijl het toch een slotoptreden is. Dat is heel rij. En bovendien, laat ik even de eerste twee sprekers van voor de pauze bedanken. Echt waar, dat waren verhalen uit mijn hart gegrepen. We hebben natuurlijk wat gespart, lichtelijk van tevoren. Er is precies uitgekomen wat ik hoopte. Wat ik eigenlijk niet had verwacht, maar waar ik ook wel blij om ben, is je wilt altijd graag dat de mensen die na jou nog aan het werk zijn, dat die jou overtreffen. Dus het zal voor mij ook niet zo zijn dat ik hier iets kan neerzetten wat jullie presentatie overtreft. Dat gaat niet gebeuren. Ik kan me dus voorstellen dat straks bij de borrel zeggen mensen tegen elkaar, nou het was een leuk verhaal, maar het is toch wel goed dat hij weggaat. Ik zoek nu zo'n knippertje waarmee ik de dia's kan... Ja, nu gaat er even iets fout, want... Eens even kijken. Oh ja, dat ligt hier. Ja. Ja, hoe nu verder is natuurlijk gewoon een vraag aan mijzelf. Hè. Dat begrijpt iedereen wel. Die Stolte is al geïntroduceerd. Er ligt waarschijnlijk straks ook nog een boek over de zwoog. En daar staat Stolte nog veel uitgebreider in. Echt een heel kleurrijk figuur. Daar ga ik het nou niet verder over hebben. Maar ja, hij heeft wel als eerste zijn cursus ziekenhuisbeleid in de markt gezet. Dat was uniek. En... Henk heeft het eigenlijk al aangegeven, als je die cursus had gevolgd, dat was het ticket voor je carrière in de gezondheidszorg. En zo is dat eigenlijk tot halverwege de jaren 90 ook zo gebleven. En ik was dus ook zeer vereerd dat ik hier mocht komen om die cursus ziekenhuisbeleid verder te brengen en nog andere dingen te doen. Maar als je erop terugkijkt, dan zie je dat Stolte eigenlijk wel zijn stempel heeft gedrukt in zijn denken, in zijn poging tot verwetenschappelijking van het management in de gezondheidszorg. Zijn stempel heeft gedrukt op, nou, toch wel twee generaties in de gezondheidszorg. En dat is nogal wat. Als je terugkijkt naar die periode die hij zo beïnvloed heeft, vanaf begin van de jaren 60 tot eigenlijk wel halverwege de jaren 90, dan zie je dat de gezondheidszorg echt getransformeerd is. De uitgangspunten van de manier waarop wij zorg leverden zijn in die tijd op zijn kop gegaan, zijn helemaal veranderd. Ik zal één voorbeeldje geven. Er ligt straks een boekje, ik heb een tekst uitgeschreven en toen ik die had klaargemaakt, dacht ik van ja, dit kan ik niet gaan vertellen, want dan zijn we de hele middag bezig. Dus dat boekje ga ik het niet over hebben. Er staat onder andere die transformatie in, er staan nog allerlei andere dingen in. Ik pak er wat stokpaardjes van mezelf uit en daar ga ik het nu over hebben. Maar dat boekje ligt dus straks buiten. Daarin staat die transformatie beschreven, één illustratie in de gehandicaptenzorg, die is nog niet zoveel in beeld geweest vandaag. We hadden een zorgvisie in de tijd van Stolte, waarbij je mensen met een handicap concentreerde in een soort subcultuur zo ver mogelijk weg van de reguliere samenleving, exclusie. En je ziet dat in de jaren 80 en de jaren 90 dat beeld kantelt. We zeggen, nee, die mensen die moeten geëmancipeerd worden, die moeten geïntegreerd worden in de samenleving, inclusie. En als je daarvoor kiest, dan verandert meteen de hele manier waarop je je zorgaanbod moet organiseren. Dat bedoelen we met transformatie. Dat zag je in de gehandicaptenzorg, dat zag je in de psychiatrie, vermaatschappelijking. Je zag het eigenlijk ook in ziekenhuizen, die zijn de richting uitgegaan van klinische interventiecentra. Je zag het in de verpleeghuiswereld, waar het medisch model
geleidelijk aan werd afgeschaft en veel meer werd ingeruild voor een model waarin kwaliteit van leven, waar Kim het zo over gehad heeft, werd ingevoerd. Nou, die transformatie, en Kim heeft dat ook al laten zien, een grote opbrengst. We leven langer, we leven ook langer gezond. Kim heeft daar nuances in aangebracht, niet iedereen leeft langer gezond. Maar in zijn totaliteit is dat wel zo, dat is toch wel een geweldige prestatie. Het is een geweldige prestatie die ook internationaal herkend wordt. Ik heb veel met studentengroepen in het buitenland gezeten. En eigenlijk was eigenlijk altijd de boodschap van, ja, wat kom je hier doen? Want jullie doen zulke spectaculaire dingen in Nederland. Geweldig veel internationale erkenning, zelfs in al die rangordes, in al die lijstjes die gemaakt worden internationaal, waar ik verder niet zo erg aan hecht. En over de binnenlandse waardering heeft Kim ook al aangegeven, we zijn eigenlijk best wel trots als Nederlandse burgers op wat er in de gezondheidszorg wordt geboden, maar we maken ons inderdaad behoorlijk ongerust over de toekomst. Het stokpaardje wat ik hierbij heb, is dat als je kijkt hoe die transformatie zich voltrokken heeft, dan zit daar een gemeenschappelijk stramien in. Overal in die gehandicaptenzorg is men dezelfde richting uitgegaan. Men heeft allemaal die inclusie omarmd. Men heeft overal in de psychiatrie de vermaatschappelijking omarmd. Waar je ook kijkt, het is allemaal hetzelfde patroon. En als krantenlezer, als kijker naar de televisie, denkt u misschien van ja, maar dat is vanzelfsprekend, want er is in Den Haag een soort commandocentrum, en van daaruit vertellen ze hoe de wereld moet veranderen. Hè, en er zijn managers in de zorg en die pakken dat op en die gaan vervolgens daarmee aan de slag. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zo is het niet. We hebben in Nederland een maatschappelijke organisatie waarin zorginstellingen een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Je kan je eigen strategische keuzes maken. En als je dat realiseert, dan is het alleen maar verbazingwekkend dat kennelijk in die 30, 40 jaar al die instellingen hun eigen keuzes hebben gemaakt op dezelfde manier. Zeg, hoe kan dat dan? Wat is daar de verklaring voor? En de verklaring is dat er zeer hechte bestuurlijke netwerken waren, en eigenlijk nog wel een beetje zijn, maar ze brokkelen wat af, bestuurlijke netwerken die met elkaar een gemeenschappelijke bestuurlijke cultuur droegen. En vanuit die bestuurlijke cultuur en de ambities die daarin waren vastgelegd, ontwikkelde die zorg zich op een bepaalde manier. Die bestuurlijke cultuur, die stuurde in feite die ontwikkelingen aan. Er werd natuurlijk wel geïnspireerd door wat er in Den Haag gebeurde, maar dat was in termen van randvoorwaarden. Net zoals banken op een gegeven moment druk uitoefenen en randvoorwaarden stellen voor zorginstellingen. En daarmee ook een zekere mate van richting geven aan de ontwikkeling. Maar het is de eigen verantwoordelijkheid van die managers om op een gegeven moment te zeggen van ja, dit zijn de randvoorwaarden, dit zijn de condities, wij maken deze keuze. Er is altijd een keuze. En nogmaals, die keuze die gemaakt is in die afgelopen jaren, in die decennia, ging steeds dezelfde richting uit. Waarom? Omdat er gemeenschappelijke waardes waren. Er waren gemeenschappelijke waardes, in de eerste plaats, en het zal u zeer bekend voorkomen, gelijke toegang en gelijke behandeling. Solidariteit. Wij organiseren de zaak zo. De zorg organiseren wij op zo'n manier dat al onze burgers in feite op hetzelfde moment dat ze behoefte hebben aan zorg, als de nood aan de man is, dat ze er ook bij kunnen. En dat ze ook de best denkbare zorg krijgen. Ook zo'n waarde. De best denkbare zorg. Dat is wat de burger verwacht, maar dat is ook wat de professional probeert te realiseren in zijn werk. Een andere waarde is de vertrouwensrelatie. En Diana heeft het op een wat andere manier ingevuld, maar ik vertaal het maar even terug in de oude termen van die bestuurlijke cultuur. De vertrouwensrelatie tussen de professional en de zorgvrager. Want het is een soort symbiotische relatie. Je geeft je eigenlijk aan elkaar over. Als het niet goed afloopt, is dat een nederlaag voor de professional. Het is een relatie. En dat is in feite wat ik bij Diana zo goed heb teruggehoord. Maar het is een centrale waarde geweest, en nog steeds misschien, in die bestuurlijke cultuur. Een andere waarde was geen winstoogmerk. Gezondheidszorg is niet iets waar je geld aan verdient. Professionals mogen er een goed inkomen aan ontlenen. Dat wel. En soms kan je erover zeuren of het niet te veel is of te weinig. Maar als professional mag je het doen. Maar als organisatie ga je het niet zo organiseren dat daar winst uit moet komen, waarbij aandeelhouders een zekere mate van rendement in hun zak kunnen steken. Dat als kernwaarde in de gezondheidszorg. Dat was wat er in die bestuurlijke cultuur zat. En daar zaten ook bepaalde gedragsregels in. En gedragsregels in die bestuurlijke cultuur waren in feite, en zijn nog steeds, heel Rijnlands van aard.
Dat betekent, je praat met elkaar zoveel mogelijk in netwerken, je trekt op in met elkaar in bestuurlijke netwerken. En als er botsende belangen zijn, dan ga je met elkaar om de tafel, noem het maar polderen, hè, wederzijdse aanpassing, uitruilen, verdelende rechtvaardigheid. Zo doen we dat. Zo ordenen wij onze samenleving. En u voelt al aan, dat staat natuurlijk een beetje op gespannen voet met het idee dat je zou met elkaar zou moeten concurreren. Dat zat zeker niet in die bestuurlijke cultuur. Wat er in die bestuurlijke cultuur ook al zat, ook al op het moment dat Stolte aan het werk ging, was een, wat ik noem, strategisch handelingsrepertoire. Je bent verantwoordelijk voor je organisatie en je moet keuzes maken over waar moet het naartoe met die organisatie. En dan val je terug op bepaalde regels en bepaalde inzichten. Gedeelde regels en gedeelde inzichten. Een strategisch handelingsrepertoire. En dat handelingsrepertoire in de tijd van Stolte was niet iets uit de boekjes. Was niet iets met een wetenschappelijke fundering. Dat was een soort ervaringsdeskundigheid die door de jaren heen was gegroeid. Die zijn waarde in de praktijk had bewezen, dat wel. Maar waarvan we niet wisten of het toekomstbestendig was. En Stolte heeft dus, zeg maar, vanuit de organisatiewetenschappen, vanuit planningstheorie en dat soort zaken, heeft hij wetenschappelijk gevalideerde kennis toegevoegd aan dat handelingsrepertoire. Dat was, denk ik, een belangrijk element in zijn, of een belangrijk element in de betekenis die hij gehad heeft in de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Dat is wat ik zie als de bestuurlijke cultuur. En waar ik mij dus zorgen over maak, of in elk geval waar ik het met u over wil hebben, is dat die sturing van die cultuur verloren gaat. Misschien is dat helemaal niet erg, de samenleving wordt er heterogener door, maar het is in elk geval een verschijnsel wat je kan constateren in de ontwikkelingen van pakweg de afgelopen 10 jaar. En als ik probeer te begrijpen waarom dat gebeurt, hè, en als die sturing wegvalt, dan kan dat betekenen dat die sturing ergens anders weer vandaan moet komen, of dat die helemaal verschuift naar afzonderlijke instellingen. Hij gaat in elk geval verloren door 3 dingen. De worsteling met het macrobudget, en dat wil ik met u even doorspreken. Het feit dat bestuurders op verschillende manieren gebruik zijn gemaakt van het bedrijfskundig denkkader. En in de derde plaats zijn er door de marktwerking allerlei nieuwe aanbieders in de markt gekomen die hele eigen waardesets hebben en helemaal niet zo gebonden zijn aan dat glorieuze verleden van die bestuurlijke cultuur, zou je kunnen zeggen. Eerst maar eens even over dat macrobudget. Ja, wij kennen in Nederland, het geld wat wij gebruiken voor de gezondheidszorg komt uit zorgverzekeringen. En de WMO is even wat anders, maar laten we het even op de zorgverzekeringen houden. En u weet wat de essentie van de verzekering is. Als er schade is, moet er uitgekeerd worden. U zou toch heel raar staan te kijken als aan het eind van het jaar uw huis afbrandt en de verzekeraar zegt van ja, maar ik heb een budget en dat is eigenlijk al op dit jaar, dus komt u volgend jaar maar terug. Zo werkt dat niet in een verzekering. Zo kan dat eigenlijk dus ook niet werken in een zorgverzekering. Toch hebben wij in de jaren 70 als overheid, als samenleving eigenlijk, een soort macrobudget gecreëerd voor de gezondheidszorg. En dat hebben we onderdeel gemaakt van de Rijksbegroting. En daar waren goede redenen voor. Er zitten hier een aantal macro-economen in de zaal. Die kunnen veel beter dan ik uitleggen waarom dat goede redenen waren. Maar je voelt aan, het wringt. Het wringt, het verzekeringskarakter aan de ene kant. En een limitering van het geld, zeg maar, wat beschikbaar is voor die verzekering aan de andere kant. En dat was misschien ook wel, denk ik, de essentie van de reden waarom al die zorgaanbieders, die keurig georganiseerd waren in landelijke verbanden, met hun brancheorganisaties, nou, ik denk vanaf de jaren 70 tot voor kort, eigenlijk in Den Haag altijd weer aan het lobbyen waren en zeiden, dat kan niet zo, het moet anders. Nu is het een beetje afgelopen, in elk geval op landelijk niveau. Er zijn bestuurlijke akkoorden waarin de sector in feite zegt, wij vinden dat macrobudget een legitiem iets en wij laten ons daar min of meer in opsluiten. Maar daarvoor probeerde men er altijd onder uit te komen. Ja, er is natuurlijk een hele goede reden waarom dat verzet er was. De gezondheidszorg is een geweldig dynamische markt, het is echt een groeimarkt. En als je, je wordt gebonden aan een budget, dan betekent dat je die groei niet meer één op één kan vertalen in meer geld naar je toe, in een hogere premie in feite. Maar dat je met het beschikbare geld moet proberen ook die groei op te vangen.
En dat kan, en dat begrijpt iedereen wel, en dan moet je efficiënter gaan werken. Dan moet je het beschikbare geld moet je op een of andere manier beter gebruiken. En dat is ook precies wat de overheid en de politiek altijd zei. Als wij op landelijk niveau aanklopten bij de overheid en zeiden er is niet geld genoeg, dan zeiden ze er is geld genoeg, je moet het gewoon beter gebruiken. Ik ben daar ervaringsdeskundig in. Ik ben een tijdje lang branchevoorzitter geweest aan het eind van de Nederlandse Zorgfederatie, eind jaren 90. En wij brachten elk jaar een rapport uit, gezondheidszorg in tel. En daarin werd de zorgkloof berekend. Dat leek heel mooi geobjectiveerd. En dan kwam je daar weer in Den Haag en dan zei die politici, ja, ga nou eerst maar eens doelmatiger werken. Twee verschillende werelden die helemaal langs elkaar heen schoven. En dat was misschien wel een aardig spel wat we hadden op landelijk niveau. Maar ja, ondertussen was er wel een budgettering ingevoerd en daar moest je dus aan houden. Dus op instellingsniveau, op organisatieniveau moest je je gewoon aanpassen. Er was maar zoveel geld en de vraag die naar je toe kwam, die werd steeds meer. De mensen hadden steeds hogere verwachtingen. Ja, dan moet je wat. Dus wat moet je dan doen? Nou, in de eerste plaats, ik heb het nu over de periode in de jaren 80. Als zo'n financiële opgave naar je komt, dan kijk je rond in je organisaties wie daar verstand van heeft. Dat waren niet de mensen die op dat moment echt in control waren, dat waren de professionals. Dus je ziet in de jaren 80 dat in de bestuurlijke sleutelposities veel professionals worden vervangen door financials, mensen met een financiële achtergrond. Dat is logisch. Want waarom? Je had in dat handelingsrepertoire had je een kostenstrategie nodig. Je moest wat aan je kosten gaan doen, want anders kwam je niet uit en dan was aan het eind van het jaar kon de kas niet kloppen. Nou, dus wat we zien is dat er vanaf de jaren 80 in de gezondheidszorg een kostenstrategie komt. Maar wel een primitieve. Wat ik zag in die jaren, dat was de jaren 80, dat is eigenlijk in de jaren 90 nog wel doorgegaan. Er was een soort besmetting vanuit het Haagse politieke jargon. Die zei, er moet bezuinigd worden. Als je ging graven, dan ging het helemaal niet over bezuinigingen, maar over het afremmen van de groei. Maar we noemden dat bezuinigen. Dus het slagwoord was, er moet bezuinigd worden. Ja, er moest elke keer maar weer bezuinigd worden. Want anders komen we straks niet uit met ons geld. En hoe bezuinig je dan? En daarom was het primitief. Zeker in het begin. Nou, dat doen we met de kaasschaaf. Iedereen moet gewoon 10% inleveren in de eigen organisatie. Dat noemen we in het beleidsmatige jargon een beleidsarme oplossing. Daar zitten geen keuzes in. Dat is geen, dan is zo'n bezuiniging niet gekoppeld aan een toekomstbeeld. Dat toekomstbeeld van Kim Putters. Waar moet het naartoe? Nee, we moeten bezuinigen. Het is pompen of verzuipen, zoiets. Onderdeel van die primitieve kostenstrategie was het uitstellen van investeringen. Maar als je dat doet, en je doet dat systematisch, dan woon je in feite je infrastructuur uit. Al die apparatuur die gaat dan harder slijten. Dan zit je met dingen die al 10 jaar lang zijn afgeschreven of zo. En steeds fouten gevoeliger worden, dat soort zaken. Dus dat is misschien voor 1 of 2 jaar wel aardig om te doen, maar niet als een systematische strategie. En dus ook gaan fuseren. Want men had in de boekjes gelezen dat dat schaalvoordelen oplevert. Nou, ik denk dat ik wel zo'n stapel literatuur heb van mensen die geprobeerd hebben om uit te rekenen wat dat nou allemaal opgeleverd heeft. En het gaat alle kanten op. Want het is zo complex en zo ingewikkeld. En ik ben er nog steeds niet van dat die fusies die schaalvoordelen hebben opgeleverd die in theorie zo beloofd worden. In elk geval, wat je zag, dus in de praktijk, als de jaarrekening moest worden opgemaakt, dan leverden het allemaal niet zoveel op. En dat betekende dat omdat die financiële druk zo groot was, en eigenlijk nog steeds is op de instellingen, dat er een proces op gang kwam van afwentelen van kosten. Want dat is het andere onderdeel van zo'n primitieve strategie. We wentelen het af op personeel, dus we geven ons personeel geen salarisverhoging meer. Dat was in de jaren 80 aan de orde. Toen zijn de salarissen van de verpleging, verzorging, zijn bevroren. En dat heeft tot een geweldige explosie geleid in 1990, toen is nu 91 is opgericht. En toen kon dat dus niet meer. Sindsdien is er ook van die afwenteling als strategie geen mogelijkheid meer aanwezig. Maar je kan ook afwentelen op zorgvragers. Dat is heel simpel, wachtlijsten. Nou, dat begon in de jaren 80. In de jaren 90 liep dat verder op. Totdat een aantal mensen inderdaad zei van, hé, maar het is toch een verzekering? Die zijn naar de rechtbank gelopen en hebben gezegd, we vinden dat toch geleverd moet worden, geen wachtlijsten. En dat is toen opgelost door te zeggen van, wat zijn acceptabele wachtlijsten? Dus een paar dagen of een paar weken, de treknormen. Zo is dat dan weer politiek allemaal ingebed. Maar vanmorgen reed ik hier naartoe en toen hoorde ik op de radio alweer dat een ziekenhuis in het zuiden van het land alweer had gezegd van, ja, het raakt bij ons allemaal verstopt. Wij kunnen onze patiënten uit de ziekenhuizen niet meer kwijt naar de verpleeghuizen, want daar zijn wachtlijsten.
En dan betekent dat de mensen die bij ons het ziekenhuis in moeten, dan komen ook op de wachtlijst. Dus het begint alweer te groeien. Moet maar eens opletten. Dat afwentelen begint weer te komen. Wat een alarmerend verschijnsel is. Je kan ook afwentelen op het zorgproces. En dat is iets wat ik van het begin van de jaren 80 heb zien gebeuren. En dat groeit nog steeds door eigenlijk. En tegenwoordig is daar veel aandacht voor. De verarming van het zorgproces. In het zorgproces zitten elementen, die kan je niet goed meten. We hebben daar wel woorden voor. We noemen dat warme zorg. Aandacht, zei Diana. Niet zo goed meetbaar. Dat is het eerste wat wegbezuinigd wordt. Als je dus de werkdruk opvoert in de gezondheidszorg, dan dwing je de mensen om zich te concentreren op de technologische kant van de handelingen, van die relatie waar ik het net over had. En de rest laat je dan maar lopen. Want die technologische ingrepen, ja, die zijn vitaal om het leven en de gezondheid verder te kunnen doorzetten. Maar het zegt niks over de kwaliteit van het leven. Afwenteling dus. Dus je ziet in zo'n primitieve kostenstrategie allerlei ongewenste effecten, afwentelingseffecten. En wat daarbij in feite het meest zorgwekkende is, is dat die verschijnselen, die maken inbreuk op die kernwaardes. Want wachtlijsten zijn natuurlijk niet overal, ze zijn hier en ze zijn daar, maar niet op alle plekken. Dat leidt tot ongelijke toegang in de zorg. Leiden soms zelfs tot ongelijke behandeling, denk ik, in de zorg. Het leidt er ook toe dat zorgprofessionals op een gegeven moment zeggen van ja, dit is een verlies van mijn beroepseer, hier kan ik niet meer achter staan. Zeker als die warme zorg verdwijnt, dan gaat er dus iets weg wat een inbreuk maakt, of er is een verlies in feite van die prachtige waarde van de best denkbare zorg die zowel door professionals als door zorgvragers in feite traditioneel verwacht wordt. Die hele hoge waarde van, het gaat om de kwaliteit van het leven. Bram de Zwaan heeft daar mooie dingen over gezegd. De zorg is toch wel echt iets anders, het is iets existentieels, dus het gaat om de kwaliteit van het leven. De best denkbare zorg, dat is wat je graag wilt bieden als professional, dat is graag wat je wilt hebben als zorgvrager. Maar als de zorg verarmt, is dat niet meer de best denkbare kwaliteit van de zorg. Dus een inbreuk op de kernwaardes. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. En je ziet dan dat ergens in de jaren 90 men verder gaat en zegt van ja, maar dit repertoire is niet goed. We hebben een ander denkkader nodig en dan wordt de bedrijfskunde omarmd. En daar heb ik dus zelf ook aan meegedaan. Dus als ik hier nare dingen over zeg, dan kunt u dat meteen ook op mijn eigen rekening zetten. Het is in elk geval een handelingsrepertoire wat helpt. Omdat je dan niet meer denkt in termen van bezuinigen, maar je denkt in termen van verhogen van productiviteit. En dan ga je dus bijvoorbeeld aan portfolio management doen, je gaat uitbesteden, je gaat je zorgprocessen ga je herontwerpen. Nou, dat levert echt wel wat op. Dat geeft geweldige efficiëntieverbetering. Prosumerisme, ik heb er nog steeds geen mooi Hollands woord voor, maar het is het zelftanken in de zorg. We schuiven een deel van de zorgprocessen naar de zorgvragers. En als ze genoeg intelligent zijn, ze hebben enig denkvermogen, dan zijn ze in staat om op een gegeven moment hun eigen ziekte te managen. Patient management. Ik geloof dat Kim en ik daar nog wel eens een keer een publicatie over hebben gemaakt. Ja. Dat zijn fantastische dingen om de productiviteit en die efficiëntie te verhogen. En in die zin die verwachtingen van die politici te honoreren. Maar ja, het is toch niet het definitieve woord. En dat zie je omdat er ook nu nog steeds in de zorg, ik had het net al over die wachtlijsten, er wordt geklaagd over het verlies aan kwaliteit van zorg, met name de servicekwaliteit in het bedrijfskundig jargon. En er wordt over geklaagd, dus het is nog steeds niet zo dat wij weer terug zijn bij die best denkbare zorg, met die goede toegankelijkheid. We hebben die oude waardes als het ware wel verloren voor een deel, maar niet kunnen herstellen. Er is geen weg terug. En dat heeft te maken met het feit dat ook die bedrijfskunde bepaalde tekortkomingen heeft. U moet zich realiseren, bedrijfskunde als zodanig is ontwikkeld iets meer dan 100 jaar geleden, is begonnen in de industriële omgeving, massaproductie. En dat betekent dat als je naar dat soort processen kijkt, naar dat soort productieprocessen, ja, dan heeft de bedrijfskunde ontzettend veel te vertellen. Daar kan je heel veel van leren. En als ik dan in de zorg rondkijk, dan denk ik van ja, laboratoria zou daar een mooi voorbeeld van zijn, daar kom je dus een heel eind mee. Maar de zorg is natuurlijk niet alleen maar in die zin een productieproces. Het is
een dienstverlenend proces. Zorgaanbieders zijn dienstverlenende organisaties. Maar de bedrijfskundige theorie op het gebied van dienstverlenende organisaties is eigenlijk pas in de jaren 50 op gang gekomen. En als je dan ziet wat ze bestudeerd hebben, wat zeg maar de grondslag is van het denken over hoe dit soort organisaties moeten functioneren. Ja, dan gaat het over accountancykantoren, dan gaat het over banken, dan gaat het over recreatiebedrijven. Maar het gaat niet over gezondheidszorg. Dat element van die dienstverlening waarbij die symbiotische relatie aanwezig is en die vertrouwensrelatie tussen die professional en die zorgvrager, ja, dat vind je natuurlijk niet. Banken doen wel net alsof, maar goed, dan moet je Joris Luijendijk nog maar een keertje lezen. Oké. En het, ik bedoel, de bedrijfskunde is dus wat zwak ten opzichte van dienstverlenende organisaties. Als het over professionele organisaties gaat, met professionele autonomie, ja, daar is eigenlijk de theorievorming pas in de jaren 90 een beetje van op gang gekomen. Nederland is daar een frontrunner in. Wij hebben Wegeman met zijn boeken, zijn publicaties over het managen van professionals. En ja, dat is heerlijk. Maar als je naar Amerikaanse literatuur kijkt, dan zijn professionals mensen, ja, daar moet je zo snel mogelijk, die moet je inpakken. Dat zijn onwilligen, die willen zich niet in laten ordenen in dat mooie gestandardiseerde processen. Dus daar kom je niet zo heel ver mee. Er zit een geweldige spanning, zeg maar, tussen bedrijfskundig denken en het denken over professionele organisaties. En tenslotte, ja, zorgaanbieders, in elk geval in Nederland, zijn publiek-private hybrides. Het zijn privaatrechtelijke organisaties die publieke taken vervullen. Nou, daar vindt u in de bedrijfskunde eigenlijk heel erg weinig over. Dat betekent, als ik het probeer samen te vatten, en nu praat ik Frans van der Bosna, hoogleraar bedrijfskunde aan de RSM, en die ging 2 jaar geleden met pensioen, misschien zitten we zelfs nog wel in de zaal, en die heeft heel nadrukkelijk aangegeven wat er schort in die bedrijfskunde. Dat is namelijk, er is geen goed focus op maatschappelijk rendement, terwijl het juist in de zorg om maatschappelijk rendement gaat. En niet om het rendement van aandeelhouders. Met andere woorden, ja, die theorievorming, daar zit er als het ware een gat in. En er zit ook een gat in als het gaat om de logica van de Haagse politiek aan de ene kant en de logica van bedrijfskunde aan de andere kant. Die publiek-private hybride, dat zijn twee logica's die op elkaar botsen. En u kunt dat bijvoorbeeld zien, mevrouw Schippers is totaal tegenstander van verticale integratie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Terwijl mijn collega's Schut en Van der Ven in de jaren 80 prachtige publicaties hebben geschreven over hoe mooi dat kan worden als je juist dat soort organisaties met elkaar integreert. Maar dat heeft te maken met ideologische keuzes, met politieke keuzes. Maar die staan dan haaks in een concrete situatie, zeg maar, op de bedrijfskundige logica die je eigenlijk zou willen toepassen om te zorgen dat je een goede kostenstrategie hebt. Ja. Dat lukt dus niet. Dat is allemaal helemaal niks. En daar blijft het niet bij. Die bedrijfskunde, als je gaat graven, heeft een waardeset die niet zo zonder meer te verenigen is met de waardeset uit die bestuurlijke cultuur die ik net voor u heb beschreven. Om er iets te noemen. Bedrijfskundig is het heel erg goed om in bepaalde situaties activiteiten te concentreren. Banken hebben dat goed begrepen, die hebben al hun bankfilialen in kleine dorpen hier in Brabant hebben ze weggehaald. Want ja, dat kost natuurlijk verhoudingsgewijs heel veel om die in de lucht te houden. En op een gegeven moment heeft iemand gedacht dat dat bij de geboortezorg ook zo is. En dat is natuurlijk zo, je kan dat ook uitrekenen. En dan is dus de oplossing, en dat is de oplossing die nu ook hier gekozen is, we gaan de geboortezorg concentreren. Ja, dat zal bedrijfseconomisch allemaal heel erg juist zijn en goed verdedigbaar en zelfs macro-economisch misschien. Maar u zult maar een zwangere vrouw zijn, ergens in Veren, en dan naar Goes moeten voor de bevalling. En dan zal onderweg maar een extra complicatie optreden. Met andere woorden, het is een leuk idee, concentratie, dat is een mooi bedrijfskundig concept, maar het staat haaks op zaken als kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van zorg en kwaliteit van zorg. Ja. Portfolio management, ook zoiets. Portfolio management is de essentie. Is dat je zegt van ja, wat doe ik allemaal? Ik heb een aantal activiteiten en sommige zijn verlieslatend. De bestuurlijke traditie was dat
Als je profit centers had, als je activiteiten had waar je geld aan verdiende, dan hevelde je zeg maar, het overschot aan geld hevelde je over naar die los centers naar waar geld bij moest. Maar portfolio management zegt, ja, dat moet je niet als systeem doen. Je moet gewoon de activiteiten waar steeds geld bij moet, structureel geld bij moet, die moet je gewoon sluiten. Maar als je dat allemaal gaat doen, en ik zie het in de zorg gebeuren, hè, dat het focus van zorgorganisaties versmalt, dan krijg je dus doelgroepen in de zorg die zijn verweest. Die kunnen nergens meer terecht. Omdat de organisatie in feite voor zichzelf gekozen heeft. En niet voor de zorgvraag die in het veld aanwezig was. En als je dus een kostenintensieve patiënt bent, waar de NZA geen goed tarief tegenover heeft gesteld, dan ben je behoorlijk in de aap gelogeerd in Nederland. We moeten eens gaan kijken bij Omega in Eiburg. Daar zitten complexe, dubbel gehandicapte kinderen. Je weet niet wat je ziet. Maar wat interessant is, is kijken van hoe wordt dat dan gefinancierd. Je wilt niet weten wat daar voor lobbytraject aan de grondslag heeft gelegen om te zorgen dat daar in elk geval net voldoende geld binnenkwam om deze kinderen een menswaardig bestaan te bieden. Ze zijn zeer kostenintensief. De behandeling is zeer intensief. Ja. En dan val je buiten zeg maar, de normale paden. Dan moet je je uitzonderingspositie bevechten. En dat is een hele lastige. En dan loop je dus het risico dat er voor jouw categorie onvoldoende geld beschikbaar is. Marktsegmentatie. Op het moment dat we in Nederland een situatie creëren, daar kom ik daar straks op terug, waarin je niet meer de best denkbare zorg kan leveren, zijn er vastmarktpartijen die zeggen, nou, ik kan het misschien wel via een U-wegconstructie. Maar dat betekent dat als dat zichtbaar wordt, dat de zorg niet meer de best denkbare zorg is, dan kan je de markt gaan segmenteren. Dat is bedrijfskundig, is dat een heel voor de hand liggend iets. Hè? Je hebt bijenkorfzorg en je hebt zeemanszorg. Ja, waarom niet? Ja, bedrijfskundig, helemaal verantwoord. Maar vanuit die oude bestuurlijke cultuur die ik net aangaf, zeg, ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wilt geen marktsegmentatie in de zorg hebben, je wilt voor iedereen de best denkbare zorg hebben. Nou, die bestuurlijke cultuur, die valt uiteen, dat had ik al gezegd. Wat je ziet is dat de gevestigde aanbieders, omdat dat bedrijfskundige kader ja, toch niet één op één op de gezondheidszorg past, hè, zijn al die bestuurders die zijn op hun eigen manier maar een beetje gaan winkelen in die bedrijfskunde, zou je kunnen zeggen. De een gaat pakt dit uit, de ander pakt dat uit. Hè. Het wringt hier en daar en iedereen heeft daar zijn eigen oplossing voor. Er is geen gemeenschappelijkheid meer in de richtingen die je inslaat. Iedereen in het eigen hier en nu voor zijn eigen organisatie past het bedrijfskundig handelingsrepertoire aan. En dat geeft een soort pluriformiteit sinds een jaar of 10 die we daarvoor eigenlijk helemaal niet kenden. En dan hebben we ook nog een stel nieuwkomers, die zijn helemaal onbelast. Die komen van buiten, die hebben een eigen waardemix en eigen bedrijfsmodellen daarbij. En die trekken zich sowieso al niks aan van wat er in het verleden gebeurd is, waardoor de pluriformiteit nog verder toeneemt. Ik ben bijna aan het eind. Ja, wat zie je nou gebeuren op dit moment in de praktijk? Wat zie ik gebeuren in de praktijk? Er is een categorie gevestigde aanbieders. Ik denk dat de meesten, zoals we hier zitten, zeg maar uit die context komen. Hè? Jullie organisaties bestonden waarschijnlijk 30 jaar geleden al. We staan nu ook nog steeds. We staan waarschijnlijk over 30 jaar ook. Dat zijn de gevestigde aanbieders. Dat zijn in de bestuurlijke cultuur, als ik daarnaar kijk, De bestuurders die nog steeds loyaal zijn aan dat beleidskader zorg, die proberen hun tent te runnen op een manier waardoor ze uit kunnen komen met het geld zeg maar, wat landelijk is afgesproken. Dan heb je dus een kostenstrategie nodig die heel, heel krachtig is, omdat je anders ja, dat geweldige groeipotentieel wat in die markt zit, die wildheid zou je kunnen zeggen, de wildgroei misschien zelfs van de zorgmarkt, ja, die kan je anders niet opvangen. Dus je moet geweldig aan je kostenstructuur werken. En wat je ziet is dat de een kan het wel, de ander kan het niet. Sommigen zakken door de ondergrens heen. En in Den Haag zijn ze dan snel klaar. Hè? Dan zeggen ze ja, dan hebben ze een paradepaardjes. Maar daar doen ze het heel erg goed. Ja, maar dan zouden ze nog eens eventjes naar de bedrijfskunde moeten kijken. Want dan is er ook nog zoiets als locatievoordelen. Als ik bouw in Oost-Groningen, dan kost me dat minder dan als ik bouw in het centrum van Amsterdam. En dan heb je een structurele kostenverschil en dat werkt nog jaren door. Dat soort zaken. Daar wordt niet over gepraat in de politiek. Dus dat is maar snel klein. Bovendien zie ik zit zelf in de directiegroep, dat ook de mensen die als paradepaardjes worden aangeprezen, dat die zeggen van ja, maar dit houden we niet vol.
Dat kader is, dat wordt zo knellend. Wij gaan op een gegeven moment ook onderuit met onze kwaliteit. Maar sommigen zakken al door de ondergrens heen. Voor de pauze is er over het plascontact gesproken, heel even kort. Nou, dat is dan weer zo'n signaal, heel spectaculair. Dan zeggen we, ja, er is toch ergens weer een partij onder de ondergrens, door de ondergrens heen gezakt. De politieke reactie is dan om kwaliteitseisen te normeren en zichtbaar te maken. Op dit moment loopt er dus een discussie van hoeveel begeleiders moeten er op een groep de mensen. Ja, dat is allemaal wel leuk. Maar als je zo normeert, wat breng je dan in kaart? In wezen, bedrijfskundig gezien, de ondergrens. De bodemkwaliteit. Als je normeert, dan normeer je niet de top. Nee, als je normeert, zegt iedereen, oh, nou, dat is wat ik minimaal moet doen. Dus je lokt uit, als het ware, dat er een marktsegmentatie ontstaat. Dat is een onbedoeld effect hoor, van wat er gebeurt. Niemand wil dat natuurlijk. Politici willen zeker geen marktsegmentatie. Maar op het moment dat je kwaliteitseisen zichtbaar maakt, op zo'n manier zoals nu gebeurt, zet je de deur open voor marktsegmentatie. Dan zijn er aanbieders die zeggen van, hey, ik hoef dus alleen maar dat en dat te doen. Zoals scholieren op een gegeven moment zeggen, ja, als ik een 6 heb, dat is voldoende, dan ga ik wel over. Dat is wat ik zie gebeuren. Dat is wat ik zie gebeuren bij de gevestigde aanbieders. En het gaat iets verder. Dat zijn die andersoortige aanbieders. Er zijn gewoon ondernemingen. Er zijn ondernemingen of ondernemers die hebben geld, die hebben kapitaal en die zoeken rendement. En dat deden ze vroeger buiten de zorg. En nu denken ze, nou, er zijn ook wel marktkansen in de zorg. Als we daarin stappen, dan is er ook rendement te halen. En soms doen ze dat heel mooi. In de oudere zorg heb je de Marta Flora huizen. Topkwaliteit. Echt topkwaliteit. Als u daar naar binnen gaat, zegt, ja, zo wil ik het graag hebben. Zoveel rust, zoveel aandacht, zoveel luxe, zoveel comfort. Zoveel van die mooie dingen die Diana in feite in beeld bracht, die herken je meteen. Want je ziet het, je voelt het. Dat is de atmosfeer van de organisatie. Je hebt ook organisaties die zetten in op bodemkwaliteit. Dat zie je in de thuiszorg, zie ik het heel duidelijk. Ik zie dat ook in de ouderenzorg gebeuren. Dat zijn partijen die komen gewoon binnen als ondernemers. En die zetten het in de markt. Dat is dus die marktsegmentatie. Als het gaat om de bodemkwaliteit, in de tijd dat ik branchevoorzitter was, mocht je wel eens op het ministerie komen, dan zat er ergens in de gang, op een houten bankje, zaten een paar mensen. En dan zei John Bergs tegen mij, John Bergs was mijn directeur, die zei, ja, dat zijn de mensen van BTN en van de NEVEB. Zei, wat is dat dan? Ja, dat zijn de commerciële. Ze bestonden altijd al. Puur commerciële ondernemers. Maar ze zaten in de krochten van de gezondheidszorg. Ze werden eigenlijk niet getolereerd. Ze moesten in het riool en daar moesten ze vooral blijven. Want ze hadden een winstoogmerk en dat wilden wij niet. Maar ze zijn nu, door de marktwerking, zijn ze salonfee geworden. Je moet maar eens op de website kijken. Ze praten gewoon even mee en ze blazen hoog van de toren. Maar sommige van deze aanbieders, die zetten heel bewust in op bodemkwaliteit. Die hebben gezien dat de markt te segmenteren valt en die bevorderen dat. Tweedeling in de zorg. Wat we ook zien, dat is een heel ander soort aanbieders, dat zijn professionals. Die in die grote gevestigde organisaties hebben gewerkt en zeggen van nou, dat willen we niet meer. Want wij verliezen daar te veel beroepseer in en wij zien mogelijkheden om met focused factories, kleinschalige organisaties, om daar iets moois mee neer te zetten en die kernwaarden weer te herstellen. Om weer als professional te werken zoals wij dat willen. Om die beste kwaliteit te realiseren zoals dat voor ons professioneel ook zou moeten kunnen zijn. Je ziet het in de ziekenhuiswereld bij zelfstandige behandelcentra. Dat zijn specialisten. Dat zijn niet die mensen met kapitaal die zorgen, die kijken of ze marktkansen in de zorg vinden. Nee, dat zijn mensen die vaak uit hun familieomgeving of uit hun eigen erfenis of wat dan ook. Of soms door een lening bij de bank, maar dat gaat tegenwoordig heel slecht. Geld bij elkaar halen en een ZBC beginnen, een zelfstandig behandelcentrum beginnen. Daar zit behalve ondernemerschap ook een stuk professioneel idealisme in. En je ziet, je hoeft maar een ZBC binnen te lopen, het is een wereld van verschil. Ik ben wat dat betreft ook ervaringsdeskundige. Ik zou daar mooie verhalen over kunnen vertellen, maar ja, dan kwam ik naar Jan de Borrel toe. Ik heb een ander voorbeeld erbij gestaan. Dat is een van mijn oud-cursisten. Dat is een psychotherapeute. En die heeft op een gegeven moment gezegd van nou,
ik breek uit mijn organisatie, ik begin voor mijzelf, maar ik begin met een ander, heel ander model, ik begin telefoontherapie. Want waarom zouden die mensen allemaal naar mij toe moeten komen? Eén keer een intake, face-to-face, en daarna kunnen we, hetzij met internet, met beeldschermen, hetzij gewoon over de telefoon, kunnen we gewoon met elkaar praten en zo kunnen we het ook afhandelen. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld van een professional, die op het ogenblik trouwens bezig is met crowdfunding, hè? Want het slaat zo geweldig aan. Het wordt zo herkend als een terugkeer naar de oude waardes in de zorg. Het wordt zo goed herkend dat de huisartsen nu graag naar hun verwijzen. Dus ze moeten weer 3 of 4 verschillende locaties gaan openen. Ja, dan heb je ongeveer 1 ton nodig om dat te doen. En ze zijn ook geloof ik op de helft via crowdfunding om dat te doen. Het zijn heel leuke modellen. Dat geeft toch wel enige hoop. En het is ook wel een uitdaging voor de gevestigde aanbieders, zou ik zeggen. Je hebt ook burgerinitiatieven, en Kim heeft het er al over gehad. Er zijn op dit moment, alleen al in Oost-Brabant, 140 van die zorgcoöperaties. Die zitten vooral op het gebied van zorg en welzijn. Die ondersteunen burgers in de thuissituatie. Maar daar begint het te bewegen. En daar zit een stuk bewustwording in. En ik weet ook wel, het heeft ook met kleinschalige dorpskernen te maken. Daar gaat het natuurlijk makkelijker dan in de stad. Maar ook hier liggen wel allerlei perspectieven. En daar gaat het niet om geld. En als er geld nodig is, ja, dan wordt het ook eventueel wel uit eigen zak wordt dat erbij gehaald. Verwendzorg is een heel speciaal iets. Dat zijn midden incidenten. Dat is iemand die eigenlijk voor zichzelf, Joke Leenders, initiatieven neemt. Sponsorgeld haalt en daarmee met name in de gehandicaptenzorg en in de psychiatrie mensen een topervaring geeft. Dat kan je alleen maar doen, zeg maar, als er niet altijd optimale zorg wordt geleverd. Topervaring. Dit met de verwendzorg. Je moet het maar eens in de krant lezen. En dan, en dat is heel interessant en dat geeft veel hoop voor de toekomst, dat zijn de aanbieders die eigenlijk uit dat beleidskader, dat macrobudget voor de zorg breken. Dat zijn de mensen die zeggen van, ja luister eens, wat die zorgverzekeraars bieden is voor ons niet genoeg om die waardes die verwacht worden in de zorg, om die te realiseren, om het zorgaanbod op een dusdanig niveau te brengen dat we aan alle verwachtingen voldoen. Dus wat doen we dan? We gaan die zorginkomsten gaan we aanvullen. Dat deden sommige van die ondernemingen ook, hè? Dat had ik eigenlijk even moeten zeggen. Die Marta Flora huizen, daar kom je natuurlijk alleen maar binnen als je heel veel geld hebt. Want het is niet te bekostigen wat ze daar doen uit het BKZ. Dat is dus, je moet er een hoop geld erbij brengen. En nou, dat gaat dus heel aardig. Maar er zijn ook aanbieders die doen dat anders. De hospices, de zelfstandige hospices in Nederland, die hebben een speciale voorgeschiedenis. En die kregen alleen maar de thuiszorg vergoed, terwijl je daar werd opgenomen. En wat er dan gebeurt, nog steeds in de zelfstandige hospices, wordt gezegd van, kunt u zelf uw verblijf betalen? En het is verbazingwekkend hoeveel mensen dat kunnen. En als ze het niet zelf kunnen, kan de familie eromheen. Zeker in een hospice-sfeer. Dus dat wordt betaald. Maar ja, er zijn ook mensen die kunnen het niet betalen. En wat je dan ziet, is dat die hospices, die zijn geweldig verankerd in hun lokale samenleving. En zijn in staat om daardoor geld uit die samenleving te trekken van mensen die het waardevol vinden dat dit zorgaanbod er is. Dus die hospices worden gedragen door de lokale sociale infrastructuur, zou je kunnen zeggen. Daar komt geld uit. Dat geld in aanvulling op datgene wat er, zeg maar, macro-budgetair kan worden geleverd. En het is fantastisch in dit soort huizen. Het ziet er echt prachtig uit. De Thomashuizen gaan zelfs nog een stapje verder. Thomashuizen is voor verstandelijke gehandicapten. Dat is een formule die is kleinschalig. Daar zijn dan professionals. Ik heb het verhaal helemaal gehoord van enige van mijn oud-studenten. Echtparen die daar in feite de tent runnen. Maar het zijn wel professionals die dat doen. En die vervullen alle functies voor deze mensen, voor deze gehandicapte mensen. En ja, dan krijg je dus geld uit de langdurige zorgverzekering. Dat is één. Maar deze formule zit ook zo in elkaar dat er ook geld uit andere sociale regelingen wordt gehaald. Dus er worden als het ware subsidieregelingen die in Nederland bestaan, sociale wetgevingsregelingen, die worden gestapeld met elkaar en die worden gebruikt om daar de woon- en leefsituatie
te realiseren. Dus er wordt gegoocheld, gegoocheld is niet zo'n netjes woord, net woord in dit geval. Er wordt een verbinding gemaakt tussen zorggeld en Wajong-geld bijvoorbeeld. Ja, ik zie jou zitten. Jacques Wachtmans is iemand, ik zie hem knikken. Heel creatief. Er wordt dus op die manier met geld omgegaan. En omdat er ook nog een huurcomponent in zit, wordt er ook nog wat huurgelden gegoocheld. En dat wordt zo creatief gedaan dat men er op instellingsniveau, en ik denk dat dat belangrijk is, dat er op instellingsniveau een soort micro-solidariteit ontstaat. Dus niet de solidariteit zoals wij die nu nationaal georganiseerd hebben in onze sociale regelingen. Nee, je doet dat dus in het hier en nu van het microniveau. Je haalt overal geld bij elkaar en je zorgt dat de mensen die het geld niet hebben, dat die gecompenseerd worden door de mensen die het wel hebben. Solidariteit, maar op microniveau. De Thomashuizen zijn een succes. Het gebeurt nu, de formule wordt nu gekopieerd voor demente mensen. Dat heet de herbergier, als ik het goed heb. En als je, dat is dan de derde variant die ik zie. Als je naar Amsterdam gaat, naar het centrum van Amsterdam, zeg maar rondom de Nieuwmarkt, werkt de regenbooggroep. En de regenbooggroep is een is ook zo'n soort formule. Je kunt je voorstellen in het centrum van Amsterdam. Daar zit echt, voor een deel zitten daar de mensen die aan de onderkant, letterlijk aan de onderkant van de samenleving zitten. De regenbooggroep zorgt voor deze mensen. Dat doet ze ook weer met collectieve middelen. Maar die middelen worden ook weer aangevuld, met name door geldstromen die uit de kerk komen. Sociale geldstromen. En je ziet dat al deze partijen, hospices, Thomashuizen en die regenbooggroep, die zijn goed in het genereren van sociale geldstromen in aanvulling op onze collectieve financiering. En daardoor zijn ze in staat om professionals meer mogelijkheden te geven dan zeg maar in het reguliere aanbod vaak kan, en een hogere kwaliteit te bereiken, waardoor ook de zorgvragers ontzettend blij zijn. Nou, dan het laatste is dat er ook nog nieuwe toetreders zijn die bedoeld of onbedoeld een puur private markt ontwikkelen. Dan hebben we het weer over segmentatie en over tweedeling in de zorg. Nijgeertje, dat zijn ook een paar oud-cursisten van mij, die zijn op een gegeven moment een fertilisatiekliniek begonnen. En die trekken dus eigenlijk een soort een zelfstandig behandelcentrum. Je trekt de fertilisatieactiviteiten uit het ziekenhuis en die zet ze in een aparte kliniek neer. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen de verzekeraars, en dat is helemaal begrijpelijk, die zeggen, ja, je kan wel leuk met iets nieuws beginnen, maar je krijgt geen contract van ons. Dus ik heb met die jongens gesproken en zeiden, hoe ging dat dan? Ze zeiden, ja, wij moesten in het begin moesten wij gewoon de private markt op. En we konden achter mensen aan die een restitutiepolis hadden. Maar we hadden geen contract. We hadden geen contract. Ja, en als je dan toch je ambities hebt en je wilt overleven, dan ga je dus op de private markt zitten. Nou, in de fertilisatie is dat niet zo moeilijk, want er zijn grote koopkrachtige doelgroepen, dus dat loopt als een trein. Ze hebben nu al 3 van dit soort centra. En nu gaat het nog steeds harder lopen, omdat nu de verzekeraars zeggen van, god, dat is toch wel mooi wat jullie doen, jullie hebben bewezen, dus nu krijg je een contract. Maar ondertussen hebben ze onbedoeld wel een private markt gestimuleerd. En mensen eraan gewend dat als je maar betaalt, dat je dus ook wat kan krijgen. En in Den Haag zit een club, Goldcare, ook studenten van mij, oud-studenten. Dat zijn professionals, dat zijn medici. En die hebben daar een orthopedische kliniek, heet Goldcare. En die hebben helemaal geen contracten, met wie dan ook. Die beginnen er niet eens aan. Dat is echt de private markt natuurlijk. En dan denk je, ja, hoe kan dat dan? Wat is dat dan voor een businessmodel? Nou, is heel simpel. In Den Haag zitten natuurlijk veel expats. En die hebben gewoon verzekeringen uit het buitenland. En buitenlandse verzekeraars betalen gewoon. Zo simpel is dat. De mensen die op de patentoffice zitten in Den Haag, nou, die hebben gewoon een internationale verzekering. En je stuurt de rekening in en er wordt gewoon betaald. Zoals dus de brandverzekering betaalt, zal ik maar zeggen. En krijgen ook mensen langs met een restitutiepolis. En dan zeggen ze, nou ja, het zal niet genoeg zijn, dus je moet wel bijbetalen. Nou, maar als je echt helemaal in de watten gelegd wil worden, dan gebeurt dat. Nou, dus die hebben een goede business ook. Ja. En als je dus naar dat patroon kijkt, en nu kom ik echt tot het allerlaatste. Zeg van, ja, hoe nu verder? Ik denk dat zowel de burgers, zoals wij hier zitten, en ook die andere groepen die Kim heeft aangegeven. Burgers en professionals, die willen allemaal de best denkbare zorg. Het zit niet in ons denksysteem dat de zorgmarkt gesegmenteerd kan worden naar kwaliteit.
Wij willen allemaal de best denkbare zorg. En nogmaals, Bram de Zwaan heeft uitgelegd waarom. Het gaat over onze existentie. Het gaat over ons leven en over de kwaliteit van het leven. En we weten allemaal dat het eindig is, maar in de tussentijd willen we wel heel goed leven. Niet in het hiernamaals, maar in het hiernumaals. Dus, dus dat is één. In de tweede plaats, dat macrobudget, als je dat goed bestudeert, dan moet je erkennen dat dat in feite begrotingstechnisch binnen de rijksuitgaven aan een soort plafond zit. Als het groeit, ja, dan groeit het niet harder dan het bruto binnenlands product, dan de economie groeit. Maar de zorgvraag groeit veel harder, dat weten we allemaal wel. En die kostenstrategieën die beschikbaar zijn, die we hebben uitgeprobeerd in de afgelopen jaren, daarvan zie je dat ze zijn uitgeput. Dat ze nog steeds allemaal negatieve effecten hebben. Dat de weg terug naar het herstel van die oude waarden, gelijke toegang, gelijke behandeling, solidariteit, die weg hebben we daar nog niet mee kunnen terugvinden. Die oude kostenstrategieën waren primitief. Die nieuwe kostenstrategieën zijn veel beter, maar hebben ook onbedoelde neveneffecten. Waardoor die kernwaardes die we zo hoog zouden willen houden, in feite op de terugtocht zijn. Al jarenlang. En wat je ziet is dat die nieuwe aanbieders waar ik het net over had, niet allemaal, maar sommige tonen de uitweg. En dan even jargon, niet alleen maar kostenstrategie, maar je wil inkomstenstrategieën ontwikkelen. Je moet zorgen dat je dus geld van buitenaf, voorbij die collectieve financiering, dat je daar nog aanvullend geld voor krijgt. Dus je moet ook naar het inkomstenmanagement gaan kijken. En dat kan je dus doen door te segmenteren, door te zeggen, ik richt mij alleen maar op de koopkrachtige groepen en daar steek ik het geld van in mijn zak en die geef ik dus alles wat ze willen. En dat gebeurt op het ogenblik. Maar je kan het ook doen, zoals die andere groepen die ik heb laten zien, die op ingenieuze wijze, op microniveau de solidariteit herstellen. Omdat ze een goede verbinding hebben met de lokale sociale structuur, daar geld uit weten te trekken via kerken of via sponsoring of wat dan ook. En op die manier ook, zowel voor professionals als voor de burgers, datgene weten te realiseren wat we eigenlijk allemaal zouden willen. Maar ondertussen, in de huidige situatie, is er wel die tweedeling in die zorg. En mijn hoop is dus dat zeg maar dat idee van die microsolidariteit, wat ik voorzichtig zie ontwikkelen, dat dat snel gaat doorzetten, dat dat dus ook door de gevestigde aanbieders op een of andere manier wordt overgenomen. En als we dat doen, dan gaat de tweedeling op de terugweg. En dan gaan die partijen die ik eerst heb genoemd, die NEVEB en die BTN, weer terug in het riool. Dank u wel. Mag ik nog even iets zeggen? Ja, want ik ben aan het eind van mijn reis. Die reis is hier in 19... Piet zei, wanneer ben je hier begonnen? Is nou, volgens mij eind 1991. Toen zei Piet, toen was ik nog net de baas. Vond ik wel een hele mooie. En, Piet Verheijen. En, het is een reis geweest sinds 1991. En ik had een paar reisgenoten. In de eerste plaats Marjan. Mijn muze en mijn vangnet. Maar ik reisde al met jou voordat ik hier kwam en wij reizen ook nog door. Maar ik had hier ook nooit kunnen staan als de SWOG er niet geweest was. En als het bestuur van de SWOG, om redenen die ik nog steeds niet voor 100% doorgrond, een eindeloos vertrouwen heeft gehad in mij. En, ook wel in Jan Moen. Jos, Harry, Tom. Guus, Henny, Rob, waar zitten jullie allemaal? Ongelooflijk. Je moet hem toch eens een keertje op een avond uitleggen tijdens al die dinertjes die we hebben gehad. Tijdens het diner wat nog moet komen, in elk geval. Hoe dat nou precies zat. Want ik heb het altijd als een warm bad ervaren. Er is ons heel veel steun geweest. Maar ik heb het nooit echt begrepen. Ik had ook een reisgenoot die er ook al was voordat ik hier kwam, was Jan Moen. Die is ook hier met mij meegereisd. Wij reizen samen door in een onzekere toekomst, zal ik maar zeggen. Dat is, en ik heb in vele jaren hier een reisgenoot gehad. Dat is Emily, mijn secretaresse. En ik zie haar nu eventjes niet. Oh, daar, die staat achterin. Emily zwaait. Maar Emily is in feite degene die geregeld heeft dat u hier bent zoals u hier nu bent. Dankjewel. En dat... Dat wou ik nog even zeggen. Heel erg goed, Aad.
Maar voordat we er een eind aan maken, is het mijn eer om het woord te geven aan de heer Werner. Jos Werner is voorzitter van de SWOOG en die stichting is al enkele keren aan bod gekomen. Maar velen van u zullen hem beter kennen omdat Jos van de vele dingen die hij gedaan heeft, onder andere voorzitter was van de Eerste Kamerfractie van CDA. En hij was voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC van Radboud in Nijmegen. Jos. Dankjewel. Aad, wat een heerlijk verhaal. Laat ik daar even mee beginnen. En het weerspiegelt ook zo ontzettend goed wat ik altijd een beetje genoemd heb de Tilburgse school en de school van Stolten. Ik heb nog les gehad van Stolten en ik zie hier in de zaal nog wat meer grijsheid zitten die wellicht van deze zeer autoritaire en eigen gereide persoon college gehad hebben. Omdat hij toch een boodschap had die ik zelf in mijn werk in de gezondheidszorg altijd heb onthouden en mee gewerkt. Stolten was een meester om de praktijk van de dag, van het analyseren van hoe werkt het nu in het ziekenhuis, hoe werkt het nu in verpleeghuizen, wat is er nodig in relatie tot de patiënt, met behulp van wetenschap, wist te vertalen in een macrovisie op de gezondheidszorg, ontleend aan de praktijk van alle dag. En daar hoort de bron ook te liggen van waarop we beleid moeten maken. En dat heb ik mijn hele leven lang heb ik dat bij me gedragen. En dat heeft er ook toe geleid dat ik eigenlijk nooit zo heel erg naar de overheid heb geluisterd. Als ze wat deden, dan toetste ik het eerst. Kan ik het gebruiken en betekent het wat voor de praktijk? En jouw verhaal was ook een mooie compromis van een wisselwerking tussen praktijk en beleid en alles wat ertussen zit. En ik ben daarom zo, was ik zo onder de indruk van jouw verhaal, omdat dat zo heel erg ook de sfeer van Stolten weergeeft. En de school van Tilburg is nog steeds gebaseerd op het bestuderen van de realiteiten van de echte zorg die gegeven wordt en van daaruit verbetering aanbrengen. En complimenten daarvoor. Ik heb met plezier naar je verhaal geluisterd. Je zei net precies van, de SWOOG, bedankt. Nou, aardig, maar wij moeten jou danken. Want wij hebben niks gedaan. Wij waren maar een eenvoudige steunstichting. Wij maakten het mogelijk dat het er was, maar jullie voerden het uit. En toen jij in 1992... de leerstoel Stolten weer betrad, nadat er 10 jaar lang gedonder was geweest over hoe het nou verder moest met de nalatenschap van Stolten, met de stichting SOZ, Stichting Opleidingen Gezondheidszorg, daar was de cursus Stolten ondergebracht. De universiteit had de leerstoel Stolten geschrapt in de bezuinigingsronde. En het veld van de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, die hadden weer de SWOOG opgericht om te zorgen dat die leerstoel niet verloren zou gaan en een bijzondere leerstoel op de universiteit gevestigd. En daar was een ongelooflijk bestuurlijk gedoe rondomheen, wat ik hier niet zal herhalen, maar dat heeft 10 jaar lang geduurd voordat er eindelijk overeenstemming werd gebruikt van hoe het verder moest, eind van jouw verhaal. En hoe moest het verder? Er moest een hoogleraar komen en die werd gezocht, die naast zijn leerstoel strategisch management voor de gezondheidszorg nog een andere opdracht kreeg, de nalatenschap van Stolten hier in de Tilburgse universiteit, om die weer op te bouwen. En dat ben jij geworden. En je vroeg net, ik weet niet precies waarom dat jullie zoveel vertrouwen in me hadden, dat zal ik je nu gaan vertellen. Ik had die vraag wel een beetje verwacht, want we hebben elkaar al zoveel gezien. Maar ik zal het er toch nog eens herhalen, ik wil het ook aan u allen overbrengen. Want naast zijn normale hoogleraarschap moest hij bestuurlijk en organisatorisch. Hij werd daarbij in een hele bijzondere positie gebracht. De oplossing was bestuurlijk om met elkaar samen één organisatie te maken voor de erfenis van Stolten. Was op bestuurlijk niveau niet bereikbaar. Daarvoor waren al 10 jaar lang erover gepraat en allerlei discussies en ingewikkeldheden enzovoort meer. Maar wij dachten, als we nou
Aad een beetje pauze maken en hem zowel op de universiteit een hoogleraarstoel heeft en tegelijkertijd directeur maken van de SOZ en ook directeur maken van de SWOG, dan hebben we de drie eenheid in één persoon verenigd. Dat was voor menig bestuurder in het SOZ een te paapse oplossing. Wij hebben toen gezegd, het zal ook niet een tiara op zijn hoofd krijgen, maar wij zullen allen ons best doen om het in de praktijk weer goed te laten functioneren, wat we bestuurlijk niet voor elkaar krijgen. En jij hebt die rol, heb je op je genomen, en als directeur van van universiteit en van twee stichtingen ben je aan de slag gegaan. Het is jou gelukt om het hele boeltje toch in goede banen te gaan leiden. En ik noem, dat heb je gedaan omdat je zo bescheiden bent. Niet jezelf op de voorgrond zetten, maar het belang van wat er moest gebeuren. En omdat je vasthoudend was. En die combinatie maakte het mogelijk dat jij beschikte over de vaardigheid die waarschijnlijk jouw maatje Jan Moens nog beter kan beschrijven, want die doet niks anders dan typeren wat een goede directeur, hoe die eruit ziet. Ben jij daarin geslaagd om in 1996 een eerste hoogtepunt neer te zetten dat de SOZ en de SWOG fuseerden. En dat het onderwijs en de leerstoelen van de SWOG in één organisatie werden ondergebracht. De uitvoering werd nog toevertrouwd aan de TIAS. Maar ook dat jasje paste niet meer op wat wij wilden. En er bracht een conflict uit in 1997 tussen TIAS en de SWOG over de verdere voortzetting. En is de boel ontvlochten ook uit de TIAS. En is het ook daar de complicatie van weer een figuur erbij, heb je vereenvoudigd. Dat is geen eenvoudige zaak geweest. Er is heel wat gepraat uit de grondslag geweest, maar dankzij jou bescheiden, alsmaar kleine stapjes en een beetje praten en een beetje meedoen, had jij een soort bedriegelijke meegaandheid waarmee je toch iets kon doorzetten. En dat is, je moet bij hem ontzettend uitkijken, want als je denkt dat hij met je meegaat, pas op, de volgende dag merk je toch dat er nog een draai aangegeven wordt in een andere richting. En dat heb je op een meer dan voortreffelijke wijze heb je dat gedaan. We gingen weg bij de TIAS en toen is de eerste vrijage begonnen met de sociale faculteit. Want die had toch wel belangstelling om deze activiteit weer te integreren nadat eerst de universiteit het had afgestoten en zei, wij hebben geen belangstelling meer. Die belangstelling kwam weer op. En vanaf dat moment zijn we gaan praten met sociale faculteit om te kijken of we daar niet een departement konden opbouwen, interfacultair. Ik heb nooit begrepen hoe die structuren binnen een universiteit in elkaar zitten, maar het schijnt wel te werken. Hebben wij in 1999 met heel Brabant een enorm bedrag bij elkaar weten te fietsen om aan de faculteit voor 5 miljoen Transo te gaan starten. Zorgverzekeraars, je markt daar zitten, je hebt dat innovatiegeld van de met Wiegel daar geloof ik een miljoen weggepeuterd voor Transo. De provincie, Harry, jij bent daar met de collectebus rondgegaan, je hebt ook wat in het potje gedaan. Wij hadden zelf nog wat geld over van de cursussen. En alles bij elkaar hebben we toen 5 miljoen bij elkaar gehaald om Transo te starten. Dat was een enorm feestelijke aangelegenheid. Hier met Yvonne van Rooyen en Wiegel erbij. Brabant gloreerde weer. Zoals we dat alleen in Brabant kunnen hoor. Dat nergens kun je zo makkelijk schaken om even iets bij elkaar te krijgen. Het college voor bestuur toonde ook weer belangstelling. En in 2000 was er weer een nieuw hoogtepunt. Toen trad Henk Gerritsen aan als voorzitter van het departement Transo. En ook Henk heeft een geweldige bijdrage geleverd, vooral inhoudelijk en bestuurlijk, om dat departement groot te maken. Wij kregen als SWOG geleidelijk aan steeds meer vertrouwen
in de wijze waarop binnen de universiteit vormgegeven werd. En in de periode 2004-2007 hebben we alle leerstoelen die wij hadden in de SWOG overgedragen aan de universiteit. En die ging ze nog betalen ook. Beste Aad, je hebt in dit hele proces, wat ik me even kort schildert, heb je een cruciale rol vervuld. Bij je afscheid kun je met voldoening terugzien op wat je hebt je missie voltooid. En wat er nu staat, een departement Transo wat in het hele land bekend is, wat geweldige mooie cijfers krijgt van alle accreditatieinstanties voor onderzoek. Ik weet niet wie dat allemaal zijn, maar ze zijn ook belangrijk, Henk. En die waren allemaal fantastisch. De publicatiestroom houdt niet op. En als je nu het jaarverslag ziet dat er 200 medewerkers hier allemaal aan de slag zijn, dan zeggen wij, we hebben onze missie verbracht. Het is ook een periode van afscheid nemen. Jan hebben we dit jaar nog afscheid genomen. Aad, jij vertrekt nu. En Henk, in het voorjaar, in maart, dan is een hele generatie founding fathers, zal ik maar zeggen, van Transo, die zijn dan vertrokken en gaan we weer met nieuwe mensen in een nieuwe generatie werken. We hebben met buitengewoon veel plezier kennis gemaakt met Dieke van Meen, die het gaat overnemen en binnenkort geloof ik officieel benoemd gaat worden. En we zijn nog blijer met het feit dat zij ook in haar aanstelling mee heeft gekregen de master die wij zo graag hadden gerealiseerd gezien. Aad, we hebben samen nogal wat in Den Haag rondgescharreld om te proberen dat voor elkaar te krijgen. Is helaas nog niet gelukt. Maar dat laatste stukje hopen wij dat Dieke dat gaat realiseren. Een Transo master. Want het is van de gekke dat de enorme hoeveelheid kennis die via het Transo onderzoek wordt verkregen niet kan worden gestructureerd en overgedragen aan jonge mensen. Want die hele zorgsector, kijk de krant, kijk naar de televisie, die smeekt om jonge mensen die de transformatie van de zorg kunnen realiseren in de praktijk. En daar is hier alle kennis voor aanwezig. We hebben er ook alle vertrouwen in dat met Dieke Transo een goede toekomst verder tegemoet gaat. En we hebben als bestuurder ook besloten om ook als SWOG, als steunstichting, nu de missie bijna voltooid is, om daar ook als SWOG onszelf op te heffen. Dus jouw taak als directeur van de SWOG is nog niet helemaal afgelopen, misschien wel als hoogleraar, want jij gaat ook nog de deur dicht doen van SWOG. En dan, als die Transo er is, de Transo Master er is, dan is de cirkel weer rond en zijn we weer terug bij wat Stolte destijds had, initieel onderwijs in de academische opleiding, met gekoppeld aan onderzoek, en zijn we weer terug daar waar het hier in Tilburg hoort te zijn. De Tilburgse school, vanuit de praktijk leren en Den Haag laten zien hoe het moet, en niet omgekeerd. Ik heb zelf ervaren, ik heb lang in de Eerste Kamer gezeten, dat hoezeer de wereld is veranderd. In de burelen van Centraal Planbureau, financiën, worden allemaal dingen bedacht voor de gezondheidszorg, marktwerking. Maar je kunt niet marktwerking zomaar proclameren door allerlei woorden te veranderen. Als je de beleidsnota's van het ministerie las, verdween het woord patiënt. Dat werd vervangen door zorgconsument. Ziekenhuizen waren zorgaanbieders. Ziekenfondsen werden zorgverzekeraars. Enfin, het hele jargon veranderde. Maar als ik in mijn ziekenhuis terugkwam, nadat ik uit Den Haag weer eens mijn hersen gespoeld was met al deze begrippen, en ik vroeg aan de verpleegkundige op de afdeling, heb je hier nog een zelfbewuste zorgconsument liggen? Dan keek ze me schaapachtig aan en zei, Jos, waar heb je het over? Tot op de dag van, dan nam ze me mee naar de afdeling, wees op een oud vrouwtje van 83 jaar, die zat te worstelen met de vraag, moet ik mijn schedel nog laten lichten om een hersentumor te behandelen, of moet ik me overgeven in de handen van de Heer?
zelfbewuste zorgconsumenten. Aad, jouw werkwijze heeft veel goeds gebracht hier. Wij als SWOG en eigenlijk iedereen zijn jou zeer dankbaar voor je inzet, die vaak ging boven datgene, ver uitging, boven datgene wat je normaal mag verwachten. Wij willen je daarvoor heel hartelijk danken en een cadeau aanbieden om samen met Marianne eens een mooi reisje te gaan maken. En dat wil ik jullie hiermee aanbieden. Bedriegelijke meegaandheid. Had je dat in 2000 niet kunnen zeggen? Dat had me veel geholpen. Ik hoop dat u nog een paar minuten heeft, want we willen Aad ook even hartelijk danken namens Transo. Aad slikt al. Aad. Nou, Aad is gewoon, hij kan niet voldoende geprezen worden. Velen zijn gezegd, hij was directeur van de SWOG, hoogleraar hier in Tilburg. Hij heeft een hele carrière gehad in Rotterdam bij de Erasmus en hij heeft in het verleden meerdere hele belangrijke functies in het land vervuld. En tot nog eigenlijk zeer kort geleden was hij bijvoorbeeld president van de European Health Management Association. En voor ons vanzelfsprekend het belangrijkste, de godvader van Transo. Nou, gezien de tijd ga ik hier snel doorheen, want gelukkig heeft Jossa heel veel verteld over de ontstaansgeschiedenis, over de toevoeging van de opleidingen van SWOG aan Transo. En in 2004 vond een eerste van de visitaties plaats waar Jos het over had en zijn wij een departement van de faculteit Sociale Wetenschappen geworden. Dit is Aad voor Transo. Grensverleggend. Hij kent geen grenzen, ook geen ruimtelijke grenzen. Hij heeft zelf ook iets met ruimtevaart. En wat de meesten van u in ieder geval niet zullen weten. In 2009, tijdens de jaarlijkse Transo Heidagen, was hij de glorieuze winnaar van de Michael Jackson Moonwalk wedstrijd. Maar Jan kijkt heel verbaasd. Hij vertelt dus niet alles thuis. Maar in 2002 zijn we begonnen met de eerste werkplaatsen bij Transo. En toen was de Fabeltjeskrant bij iedereen nog heel bekend. En zeker de werkplaats van Ed en Willem Bever. En de vergelijking met de werkplaatsen van de Fabeltjeskrant was snel gemaakt en Aad en ik zijn jarenlang de gebroeders Bever genoemd. Het is nu wat weggeëpt, maar dat heeft toch heel lang geduurd. Ik zie dat jouw nageslacht ook dat al niet weet, dus je bent toch wel heel erg zuinig met de informatie thuis. Nou, de Aad zelf is al gewezen op de hele centrale rol van Jan Moen in zijn leven. Nou, Aad en Jan zijn ook jong geweest. Voor al diegenen die dat vergeten, even dit plaatje. Maar Aad en Jan hebben die relatie echt heel erg gekoesterd en uitgebouwd. En dat heeft er zelfs toe geleid, en dit is geen fake foto, dat ze 1 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. En nogmaals, geen fake foto, echt gebeurd. Een onafscheidelijk duo. We hebben ze heel veel samen gezien. En de vraag is natuurlijk hoe dat duo in de toekomst nu verder gaat. Beiden hebben altijd een hele duidelijke eigen mening. En beiden zijn echt geen personen om vanaf de zijlijn en zeker niet achteraf mee te gaan praten. Maar desalniettemin heerst een klein beetje de vraag of wij hiermee geconfronteerd gaan worden. Nou, samen uit, samen thuis.
Jos noemde het al even heel kort. 29 maart was het afscheidssymposium van Jan, nu van Aad. 16 maart mijn afscheidssymposium als voorzitter. Samen uit, samen thuis. We vertrekken allemaal. En nou ja, het is duidelijk dat het hier gaat over tante. Wie noemen we tante en wie noemen we Johnny, laten we zeggen. Aad Jordaan en tante Jan. Nou, de tijd hier was bijna altijd leuk, Aad. Je hebt je bijna nooit verveeld. Het was echt een schitterende periode. Maar toch, meestentijds was Aad echt bijzonder goed lachs. Altijd vrolijk, zo kennen we Aad. En er is natuurlijk één heel belangrijke reden daarvoor. En dat is Emily. Emily staat erachter, dat was toch gewoon de constante factor bij Aad in Tilburg. En zonder Emily had Aad het nooit zo ver gebracht. Als u wilt. Nou, vanuit Transo wensen we natuurlijk jou al het goeds. De vraag die iedereen heeft, hoe moet het nu verder zonder Aad? Nou, het antwoord is ook verrekte simpel, dat doen we niet. Aad blijft betrokken, hij heeft daar weer een enkele kleine toezegging gedaan. Maar we hebben Jan beloofd, we houden het binnen de perken. Ze kijkt nu alweer heel boos naar links. Dus we nemen gewoon geen afscheid van Aad. Maar we wensen natuurlijk Aad en Marjan alle goeds. Maar, dan zullen jullie denken, we horen niet veel over onderwijs. Nu wordt nog even heel kort jouw rol, jouw bijdrage in het onderwijs, ten aanzien van het onderwijs belicht, door jouw maat Jan Moen. Microfoon, heb jij loopmicrofoon, Emily? Komt er al aan. Aad, ja, fantastisch. Afscheid vandaag. Hoewel het woord afscheid mogen we eigenlijk niet gebruiken. Want u heeft in de uitnodiging gezien dat het woord afscheid stond in de laatste zin. Maar Aad, ik heb het vandaag in het woordenboek weer opgezocht. Het betekent gewoon gedag zeg. Dus je zegt deze mensen vandaag gedag en alle dingen die je gedaan hebt. Ik wil toch even stil blijven staan. Ik wil jou ook bedanken. En ik zal het doen aan de hand van een plaatje over het feit dat je behoorlijk verantwoordelijk bent geweest voor een aantal transo-leergangen. En die transo-leergangen, daar heb je of je bent kartrek geweest of een belangrijk docent. Neem maar even de management voor medici die we 21 jaar geleden opgezet hebben. De Stolte-leergang voor leidinggevende die geloof ik 50 jaar heeft gefunctioneerd. Niet onder jouw leiding, maar wel toen 25 jaar. Stolte Advanced Program, 21 jaar. Masterclass Eerste Lijnsbestuurders die je op de rol hebt gezet. En ook het programma Zorg en Bedrijfsleven. Die heb je allemaal onder de vlag van Transo gedaan. En Aad, ik denk dat ik namens iedereen spreek. Alle cursisten die hier zitten, oud-cursisten. Dat ik enorm wil danken voor alle bijdragen die je de afgelopen 20, 25 jaar geleverd hebt voor deze cursisten. En ja, ik denk dat we met elkaar heel veel meegemaakt hebben. Want wij hebben heel veel lief en leed zomaar gedeeld op allerlei fronten. Ik geloof dat Jos er nog flink aan de anekdotes over kan vertellen. Maar die laten we natuurlijk allemaal nu buiten beschouwing. En ik wil jou natuurlijk ook bedanken voor de hele prettige samenwerking. We werken al 41 jaar samen. En ik moet je nog zeggen, ik heb met Aad nog nooit ruzie gekregen. Misschien gaat het je misschien volgende week gebeuren. Dat kan, maar ik vind Aad, ik heb met Aad nog nooit ruzie gehad. En het is, ja, ik kijk met een heel goed gevoel terug op de mooie tijd die we op deze universiteit hebben doorgebracht. En ik denk dat we de SWOG, maar ook het universitair bestuur, Transo, dankbaar mogen zijn voor de wijze waarop wij samen in het onderwijs aan de slag zijn geweest. Ja, Aad, je bent natuurlijk een hele serieuze man. En we hebben alleen maar het serieuze gehoord. Maar nu komt natuurlijk ook wel, we willen wat anders van jou vertellen. En met name willen we iets van jou laten zien. En ik heb er zelfs toestemming gekregen van Henk. Dat zegt wel wat. Nee, niet van jou, maar wel van Henk. Ik heb van Henk toestemming gekregen. Want wij zijn, ik denk dat je wel heel veel keren op studiereis bent geweest. En bij die studiereis, die waren ook natuurlijk heel serieus. En die gaven veel toegevoegde waarde. Maar op de studiereizen, en een aantal cursisten kunnen dat ook beamen, hebben we ook Aad van een andere kant kunnen zien.
En ik heb 4 plaatjes van 4 studiereizen. En die moeten jullie niet doorgeven, die zijn niet verder verkrijgbaar. En ik zal beginnen met het eerste plaatje. En het eerste plaatje, dat is ook de grote vraag, met wie ligt Aad in bed? Ligt hij in de bed met een conciërge, met een collega of met een medecursist? Hij zegt het zelf al, dat is dus de hoogleraar Lapree die daar ligt. En dat was in de tijd, dat was in 1982, studiereis naar Boston. En we hadden toen geen geld om het hotel te betalen voor 2 kamers. Dus we lagen met z'n 3 op 1 kamer. En u ziet al, de jongens hadden ook hele leuke pyjama's aan. En ja, Ruud, waar of niet? Hè? Ja, oké. Dit was de eerste studiereis. Dat was dan een studiereis in Boston die we met elkaar hebben gedaan. En dan hebben we nog een studiereis. Ja, dit is een studiereis naar Finland. 20 jaar geleden, als je goed kijkt, is daar links de hoogleraar Maarsen ligt daar. Ik lig in het midden. En Aad, je was je tijd ver vooruit, want let u vooral op het strakke Italiaanse zwembroekje. Ja, Aad, had je deze al een keer gezien? Nee, ik ook niet. Die is plotseling, onze correspondent in Finland heeft die opgestuurd vorige week. Dus het is heel, heel erg mooi. Dan hebben we nog een studiereis. Die studiereis die is 20 jaar geleden, die vond plaats in Israël. Daar was ik niet bij. Maar het was in Bethlehem, geloof ik, en het is dit. En u had allemaal leren kennen als een hele serieuze man. Maar de andere kant van de medaille, dat ziet u toch terug in deze studiereis. Aad, dan is er nog één. Dat is een andere studiereis die je gemaakt hebt in IJsland. En wat je toen daar gedaan hebt, dat weet ik niet, maar je ging op een paard zitten. Ja. Ik kan u vertellen, ik moest het van Henk heel kort houden, dus ik had nog 6 andere foto's. Maar we houden het heel decent verder. Aad, ik wil je enorm bedanken. En we maken er verder natuurlijk zo een hele, hele prettige tijd van. En een hele goede borrel. En ik wil graag het woord teruggeven aan Henk. Ja. Alle PowerPoints van vanmiddag zijn te vinden op de website van Dranzo. Behalve de laatste. Helaas. Als we dadelijk naar buiten gaan bij de borrel, u kunt aan de ene kant vinden en krijgen het boek van de zwoog, aan de andere kant het boek van Aad zelf, waar hij al naar verwees. Nou, we zijn aan het eind gekomen, we gaan naar de borrel, maar even een hartelijk woord van dank natuurlijk weer aan Emily voor haar hele oeuvre de laatste decennia. Maar verder ook aan Gita, Ria, Bart, Els en Fleur. Hartelijk dank. De borrel wacht,